Dames en heren, welkom. Ik open de vergadering. Ik vroeg net aan de griffier, mag ik nou wel iets zeggen over dat kampioenschap van gisteren? Is dat passend in een raadsvergadering als deze? Maar eigenlijk vind ik van wel. Het was toch een geweldige wedstrijd, een geweldige prestatie. Dus zal ik namens de raad het team de felicitaties overbrengen? Vindt u dat een goede gedachte? Ik zie u instemmend knikken. Dan doen we dat. Dat is toch een prachtig kampioenschap. Het is aan de Nijkamp voorbij gegaan, geloof ik. Hè? Ja, dat is eigenlijk een heel goed teken, eerlijk gezegd. Nogmaals, welkom. De heer Rooijakkers van D66, die is afwezig, die wegens verblijf in het buitenland, zoals dat zo mooi heet. Mevrouw Rameman, u heeft de vorige keer gevraagd of burgers nog in de gelegenheid gesteld zouden worden om in te spreken. En dat is vandaag gebeurd. Dus er is vandaag expliciet ook in de agenda gelegenheid geboden om in te spreken over de voorlopige jaarrekening. Daar is echter geen gebruik van gemaakt. Maar goed, de mogelijkheden zijn er wel. En dan kom ik bij agenda punt 3. En dat is de vragenronde. Meneer Koetsier van het CDA, u had volgens mij een vraag. Mag ik u het woord geven? Ja, dank u voorzitter. Dat betreft de zorgboerderijen. Als CDA-fractie dragen we de zorgboerderijen een warm hart toe. Ze vervullen wat ons betreft een belangrijke functie binnen de samenleving. Met name in de zorg van verschillende doelgroepen en als ontlasting van mantelzorgers. Wij volgen dan ook de ontwikkelingen bij de zorgboerderijen. En sinds enige tijd krijgen we zorgelijke signalen. De flyer die onlangs door de zorgboerderijen uit het Vechtdal onderstrepen deze problemen. En de signalen betreffen enerzijds de enorme daling van de tarieven, tot wel 50% hebben we begrepen in de WMO. En anderzijds ook het budgetplafond van de gemeentelijke samenwerking voor jeugd. Waardoor het zelfs kan gebeuren, hebben we begrepen dat voor nieuwe deelnemers van de zorgboerderijen niet betaald wordt. Wat weer gevolgen heeft voor de plaatsing. Samen met de te late betalingen aan de zorgboerderijen wordt de situatie ernstig, hebben we begrepen. Nou, we hebben daarvoor een viertal vragen. Erkent het college de hoge kortingen op de budgetten voor de zorgboerderijen, voor de deelnemers die daar komen in de WMO, die kunnen oplopen tot 50% van de voorgaande jaren? Erkent u dat er door de budgetplafonds bij de samenwerkende gemeenten de situatie kan ontstaan dat voor jeugd geen betaling plaatsvindt? De derde vraag is, herkent het college dat er problemen zijn betreffende een tijdige betaling aan zorgboerderijen? En uiteraard, als het college deze problemen erkent of herkent, wat zijn dan de maatregelen die u wilt nemen om de zorg voor de bezoekers van zorgboerderijen te garanderen en de zorgboeren te ondersteunen bij het mooie werk wat zij doen? Dat zijn de vragen, dank u. Dank u wel. Wethouder van Martels, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Het zijn vier vragen. Met sommige vragen een iets langer antwoord, maar dat is voor de zorgvuldigheid wel belangrijk, denk ik, om even alles te benoemen. Herkent het college de hoge kortingen op de budgetten voor de zorgboerderijen? Dat herkennen we zeker. Er is dan ook een discussie gaande omtrent de tarieven voor de begeleiding binnen de gemeente Dalfsen. Daarvoor zitten we ook met de zorgboeren aan de tafel. De tweede vraag. Herkent u dat er door de budgetplafonds bij de samenwerkende gemeente de situatie kan ontstaan dat voor jeugd geen betaling plaatsvindt? Het is zo dat iedere zorgaanbieder die heeft een budgetplafond gekregen. Er is echter een behoorlijke uitdaging ontstaan bij het contractbeheer vanuit de BVO, de bedrijfsvoeringsorganisatie. De contracten voor 2016 zijn relatief laat definitief geworden, waardoor nog niet alle zorgaanbieders verwerkt zijn in de systemen van de BVO, of er zijn nog geen getekende contracten retour gekomen vanuit de zorgaanbieders. Dat is de huidige situatie. Het gaat hier ook om 270 zorgaanbieders in de regio IJsseland. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is afgesproken met de zorgaanbieders dat zij voor 2016 nog wel gebruik kunnen maken van de bevoorschotting op de geleverde zorg. Dit houdt in dat wanneer de BVO in het bezit is van een ondertekend 1/12 van het budgetplafond per maand, dan alleen.
En wanneer een zorgaanbieder dus nog geen declaratie heeft kunnen indienen vanwege genoemde uitdagingen, kunnen zij wel aanspraak maken op een voorschot, mits voldaan aan de voorwaarden. Zoals het nu lijkt zal de bevoorschotting tot en met september doorlopen. Zodra contracten met de aanbieders rond zijn, stopt de bevoorschotting en kan men digitaal declareren en factureren. De derde vraag. Herkent het college dat er problemen zijn betreffende een tijdige betaling aan de zorgboerderijen? We herkennen de uitdagingen omtrent de facturatie en de halve uitbetaling aan zorgboerderijen. Daar zijn we goed van op de hoogte. De oorzaak daarvan ligt echter niet direct bij de gemeente Dalfsen. We hebben geconstateerd dat over het jaar 2015 niet altijd volledig en juist werd gefactureerd. In principe is het zo dat wanneer een aanbieder onjuist of onvolledig factureert, wij de factuur niet zullen voldoen. Omdat 2015 een transitiejaar was, voor zowel gemeente als de aanbieder, zijn wij de zorgaanbieders tegemoet gekomen door middel van voorschotten. Tevens hebben wij aanbieders geholpen door aan te geven waar de onjuist of onvolledigheden in de facturatie zit. Over 2016 verloopt de facturatie weer niet geheel vlekkeloos. Het vergt nog steeds grote inspanningen van onze gemeente om juiste dan wel volledige factureren van de coöperatie te ontvangen. Dit kan dan vervolgens betekenen dat de factuur niet voldaan wordt. Wij kunnen als gemeente alleen uitbetalen wanneer de facturatie juist en volledig wordt aangeleverd. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de gemeente Dalfsen niet direct geld overmaakt aan de zorgboeren, maar dat voor een groot gedeelte doet aan de coöperatie zorg en boer en zorg. Het kan natuurlijk zo zijn, en dat vermoeden hebben we ook, dat de doorbetaling vervolgens binnen de coöperatie niet vlekkeloos verloopt. De laatste vraag. Als het college deze problemen herkent, wat zijn dan de maatregelen die u wilt nemen om de zorg voor de bezoekers van zorgboerderijen te garanderen en de zorgboeren te ondersteunen bij het mooie werk wat zij doen? Wat betreft de discussie omtrent de zorgtarieven is het college snel ingesprongen op de problematiek. We hebben die gesprekken al, eind vorig jaar zijn we ermee begonnen om die gesprekken daarmee aan te vangen. Er worden overleggen gepland met de zorgboeren binnen de gemeente Dalfsen om van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld het zogenaamde uitnuttingspercentage. Het college ontvangt signalen van zorgaanbieders dat zij daardoor niet uit kunnen met de tarieven. Daar ligt waarschijnlijk de oorzaak. Of en op welke wijze deze uitdaging getackeld moet worden, zal tevens onderwerp van gesprek zijn tijdens de zogenaamde inkooptafels met alle aanbieders. Wij zullen uw raad na deze consultatie in het veld meenemen in de te nemen vervolgstappen naar verwachting in het najaar. In de tussentijd gaan wij kijken welke oplossingen bedacht kunnen worden om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Dit staat uiteraard voorop. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Het was geen eenvoudige vraag. Het was ook geen eenvoudig antwoord. Meneer Koetsier. En dit is geen eenvoudige problematiek, maar ik vind het, de antwoorden vind ik helder. Het is heel complex. Maar ik vind het vooral belangrijk de toezegging die u aan het eind heeft gedaan om erop terug te komen, heb ik begrepen. En ik begreep in september, als ik het goed heb begrepen. Najaar. Oké, maar dat is voldoende. Dank u wel. Oké, En op welke wijze komt u erop terug, wethouder Van Martels? U neemt het initiatief om de raad te informeren over de stand van zaken en dat kan op verschillende mogelijkheden? Wij nemen het initiatief daartoe en op welke wijze, dat zullen we dan nader bepalen. Dank u wel. Dan is die toezegging genoteerd. Voldoende? Anderen nog op dit punt? Ja. Mevrouw Lasse, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ik wil graag nog een aanvullende vraag stellen. Want dit gaat steeds over de zorgboeren. En in het eerste antwoord gaf u ook aan dat u met de zorgboeren om tafel gaat. Maar dit geldt natuurlijk voor alle zorgaanbieders. Dus ik zou graag wat uw toezegging willen verbreden naar het hele gros van de zorgaanbieders. Want zij hebben allemaal te maken met deze onduidelijkheid en met deze tariefendaling. Dus ik wil graag daar een reactie van de wethouder op. Wethouder, is het ten eerste zo dat deze problematiek geldt voor alle zorgaanbieders? En bent u bereid om ook dat mee te nemen in uw reactie? Met alle zorgaanbieders worden gesprekken gevoerd. Alleen de complexiteit en de moeilijkheden die nu zijn ontstaan, dat is echt iets specifieks voor de zorgboerderijen waar wij nu mee geconfronteerd worden.
En uiteraard, ik heb al gezegd, met die inkooptafels komen met alle zorgaanbieders om de tafel te zitten. En komen alle situaties en de moeilijkheden en de complexiteit komt dan aan de orde. En in dat licht zie ik uw aanvulling als een juiste. En dat waren we toch al van plan. Het gaat hier om specifieke toezegging op de specifieke problematiek van de zorgboeren. En de federatie waarbinnen ze elkaar ook verbonden hebben, denk ik. Ja, maar ik snap wel dat dat een specifieke problematiek is. Maar ik vind het wel een heel specifiek klein onderdeeltje. Want er zijn meerdere instanties die dagbesteding verlenen en die dan geen zorgboer zijn. Er zijn dus ook tig mogelijkheden. Dus dan vind ik alleen dit helemaal toespitsen op die zorgboeren vind ik wel weinig. En ik denk dat je dan de kans loopt om andere zorgaanbieders, want er wordt heel veel nieuwe dingen bedacht, andere zorgaanbieders, daarmee een beetje in de kou te laten staan. Wethouder, tot slot. Nou, ik hoop niet dat ik de indruk heb gewekt dat we partijen in de kou laten staan. Integendeel, er worden intensieve gesprekken gevoerd. Alleen die vraag 2, die richt zich met name op de BVO. En dat gaat om de jeugdzorg. En daar zijn 270 aanbieders. En als het gaat om begeleiding, dan hebben we over een andere groep te praten. Praten over een andere groep en ook met minder aanbieders. Uiteraard praten we daar ook mee. Wethouder, beweegt niet verder, mevrouw Lasse. Daarmee heb ik de vragenronde wat mij betreft afgerond. En dan 4 vaststellingen van de agenda. Is die akkoord zoals die voor ligt? Ja? Agenda punt 5. Dat was bij ons weten een akkoordstuk. Met die verstande dat de voorstellen zoals die door de raad zijn gedaan en de toezeggingen zoals ik die heb gedaan zijn verwerkt. En een paar, naar ons gevoel, geen materiële punten op verzoek van het bestuur van de stichting. U bent geïnformeerd. Is het akkoord wat u betreft? Ik kijk even rond. Ja? Mag ik hem aftikken? Met algemene stemmen, nou laat ik hem ook even voorlezen. Oprichten Stichting Theater de Stoomfabriek. Voorstel 1. Geen wensen of bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voorgenomen besluit de Stichting Theater de Stoomfabriek op te richten. En 2. De verhuur van de Witte Villa en de Chicorijfabriek aan te wijzen als maatschappelijk vastgoed, zoals bedoeld in het raadsbesluit op aanwijzing van economische activiteit in het algemeen belang, gemeente Dalfsen, wet, markt en overheid. Raadsbesluit DD 24 november 2014. En dan teken ik hem nu af. Is dat akkoord? Akkoord, met algemene stemmen. Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 6. Ook dat was volgens ons een akkoordstuk, bestemmingsplan Nullersweg en geurverordening. Maar ik heb begrepen, dat was in de commissie al duidelijk overigens, dat de PvdA graag stemverklaring wil afleggen. En dat geldt volgens mij ook voor het CDA. De heer Kouwe, mag ik u als eerste het woord geven? Oeh, neem me niet kwalijk. Mevrouw Schiphorst, u onthoudt zich op dit moment van de beraadslaging vanwege eigen bijzondere omstandigheden en belangen ook, of in ieder geval op zijn minste schijn daarvan. U hoeft niet naar de tribune, u onthoudt zich gewoon van de beraadslagingen. Nou, dus, en ook de stemming uiteraard. Dus dat is daarmee geconstateerd. En dan gaan we nu over naar de behandeling. Neem me niet kwalijk. Mijn fout. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn voornemens om voor het voorstel te stemmen, maar niet voordat ik de wethouder nog even wijs op het belang dat wij hechten aan de toezegging die hij heeft gedaan naar aanleiding van ons voorstel. Om duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken in het kader van de uitwerking van het plan en om de woning energie-neutraal uit te werken. Deze toezegging heeft niet geleid tot de aanpassing van het voorstel, zoals we hebben gezien. Maar we gaan ervan uit dat de wethouder daar desalniettemin voortvarend mee aan de slag gaat. En ik zie de wethouder instemmend knikken, dus dat betekent dat dat die toezegging gestand wordt gedaan. Die is hiermee opnieuw gedaan. Meneer Wildvank, PvdA. Dank u wel. Ik ga tegenstemmen, om maar op voorhand even duidelijkheid te bieden. We hebben in de commissie het punt gemaakt dat het erop lijkt dat in plaats van het zo te organiseren dat bedrijven eraan werken om binnen de norm te blijven, we keer op keer de geurnorm aanpassen, zodat er steeds weer sprake is van overschrijding. Of zodra er sprake is van overschrijding. En het college gaf aan niet onderzocht te hebben of de mogelijkheid om wel te voldoen aan de norm er is. Dus gaan we nu niet mee in het voorstel en we roepen het college op om in voorkomende gevallen te zoeken naar mogelijkheden om overschrijding te voorkomen in plaats van de norm aan te passen. Dank u. Mag ik in stemming brengen? In beeld. Agenda punt 6. Bestemmingsplan Muldersweg en geurverordening. Voorstel 1. De geurverordening uitbreidingsgebied Oud-Leuzen vast te stellen. 2. Bestemmingsplan Muldersweg en de paragraaf beeldkwaliteit in het bestemmingsplan als invulling van de gebiedsgerichte criteria uit de welstandsnota 2014.
wat betreft dit plangebied en de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand enzovoorts enzovoorts met de bijbehorende bestanden en toelichting langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen en 3 geen exploitatieplan vast te stellen. En wie is daarmee akkoord? Dat zijn de fracties van de ChristenUnie, Gemeentebelang, het CDA en de VVD. En daartegen is de fractie van de Partij van de Arbeid. En daarmee is het voorstel aangenomen. Op agenda punt 7, dat is een bespreekstuk. Dat is woonvisie 2016-2020, wethouder Agricola. En mevrouw Schiphorst maakt weer deel uit van de vergadering. Welkom terug. In de commissie is uitgesproken dat er waardering is voor de woonvisie, maar er zijn ook behoorlijk wat kritische kanttekeningen geplaatst en enige suggesties ter verbetering. Het stuk is aangepast naar aanleiding van besluiten door het college. Dat is gebeurd op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale huur. Het raadsvoorstel is hetzelfde gebleven, maar het onderliggende stuk is anders. Maar ik wil wel, omdat het toch echt is aangepast, de bespreking in 2 rondes doen. Dus de eerste ronde graag nog u in de gelegenheid stellen voor informerende vragen. Wie van u mag ik het woord geven? Daar is geen behoefte aan? Het is allemaal helder? Er is wel behoefte aan. Oh, meneer Nijpels. Ik zat een beetje te wachten. Misschien zijn er anderen die... Ja, we maakten ook contact, maar ik durfde het net niet te doen. Nee, ik zag het gebeuren. Ja. We hebben een paar vragen, aanvullende vragen. U zegt terecht, ja, dat stuk is aangepast. En voor een belangrijk deel ook in navolging van de vragen die inderdaad in de commissie zijn gesteld. Maar wij vroegen ons af, we hebben een artikel gelezen uit de Meppelijke Courant. En daar willen we in ieder geval een vraag over stellen. Dat kwam ons vandaag onder de ogen. En dat gaat over dat er een discrepantie is. Een gat zit tussen wat in de woonvisie staat als mogelijk te bouwen woningen. 600, 300 koop, 300 sociale sector. Tegenover de uitspraak van de directeur van Vechthorst. Die zegt, dat is niet realistisch, 150 woningen is voor deze periode al een enorm aantal. Zo citeer ik uit die krant. Maar ik vraag me dus af of die krant klopt, of het goed is geciteerd, of de wethouder daar kennis van heeft genomen. En daar zit een vraag achter en die heeft te maken, dat is de tweede vraag, met de afstemming tussen gemeenten en woningcorporaties over het aantal en type te bouwen woningen. En vervolgens vroegen we ons ook af, dat is ook naar aanleiding van dat artikel, hoe zit dat nu met mensen die, want in het artikel wordt gesproken over huizen die verduurzaamd worden, zonnepanelen die op de daken komen. En dan gaat het, werkt dat positief voor de mensen die op een gegeven moment een huurwoning hebben. Hoe zit het nou voor mensen die ook een stevige huur hebben en wie er woning niet kan worden verduurzaamd? En dan nog 2 vragen waar... Ja, die hebben allebei te maken met inbreidingslocaties. Vindt het college, of hoe kijkt het college ernaar hoe we omgaan met inbreidingslocaties? Worden ze allemaal volgebouwd? We hebben het al vaker genoemd. En als voorbeeld kijken we naar een kleine veerlocatie. Wordt dat helemaal volgestopt met zoveel mogelijk woningen of ontstaat daar ook ruimte voor groen? Dat baart ons enige zorg en daar willen we graag een reactie op. Dank u wel. Ik zag in ieder geval de heer Schuring ook. Ja, dank voorzitter. Ik sluit me bij de vraag naar aanleiding van het artikel in de Meppelijke Krant sluit ik me aan. Ik heb nog een andere vraag. In het duurzaamheidsstuk is het gasloze weer zwart-wit opgenomen als zijnde een eis. Dat gaat hem worden. Ik mis alleen een stukje mits je niet te ver op de fanfare vooruit loopt. Want daar waar de financierders en daar waar de industrie nog niet zo ver is, gaan we dan onszelf niet wat moeilijk maken voor bijvoorbeeld de starters. En duwen ze dan niet naar andere gemeenten waar wat dat betreft een wat voordeligere woning wel beschikbaar is. Is daar rekening mee gehouden? Is daar naar gekeken? Dank u wel. Meneer Wild van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Even een vraagje over het woningmarktonderzoek zoals dat nu nader is toegevoegd aan het stuk. Daar wordt aangegeven dat het in de bedoeling ligt om een wat scherper beeld te krijgen van hoe nou de problematiek er precies uitziet. Dat is op zich een goede gedachte, omdat we over en weer misschien de gegevens hier en daar wat wantrouwen. We menen te weten dat mensen wachten op de ideale woning of
En dat denken wij, niet iedereen komt misschien met een vraag, maar goed. Er is dus wat onduidelijkheid over de cijfers zoals die gehanteerd worden. Mocht nou dat scherpere beeld uitwijzen dat de cijfers toch kloppen en er dus wel degelijk wat aan de zuinige kant is zoals er nu gebouwd wordt, mogen we er dan van uitgaan dat u de afspraken en het bouwvoornemen tussentijds dan ook aanpast? Dus als het beeld wijzigt, gaat u dan ook het beleidsvoornemen aanpassen? De vragen zijn helder. Ik denk dat de aanwezige journalist van de Meppelkrant erg tevreden is over de wijze waarop die wordt geciteerd. Schrijft in ieder geval niet helemaal voor niks. Dat is wel duidelijk gebleken vanavond. Proficiat daarmee. Wethouder, aan u de vraag. De inhoudelijke vraag met betrekking tot vanuit de Meppelkrant. En de vraag van de heer Wild van hoe dynamisch is uw beleid. Ja, voorzitter. Even ingaande op de ChristenUnie. Zoals u weet mogen wij de komende 10 jaar 1022 woningen bouwen. Dat zijn de zogenaamde harde en zachte plannen. Maar in ieder geval van de provincie mogen wij de komende 10 jaar 1022 woningen bouwen. Exclusief die woningen die gebouwd moeten worden voor statushouders. Die komen nog bovenop. Zoals u weet, wat er gebouwd wordt in de gemeente Dalfsen is 50% vrije sector en 50% sociale huur. En wij maken met de beide woningstichtingen, zoals de Veste en Vechthorst, in de prestatieafspraken hoeveel woningen zij gaan bouwen. We hebben nu te maken met afspraken voor de komende 4 jaar. En die afspraken die wij maken voor de komende 4 jaar, die worden aan u voorgelegd. En daar zal het exact aantal te bouwen huurwoningen van de beide corporaties ook instaan. Als ik even kijk, mijn kleine terugblik naar de afgelopen 4 jaar, dan zien we ondanks dat met name die 50-50 afspraak die we met u als raad hebben, zijn er in de periode 2011-2015 339 woningen gebouwd, waarvan 56% in de sociale sector en 44% in de vrije sector. Dus dat is niet helemaal 50-50, maar zo zie je, als er bij spreken vanuit de vrije sector minder vraag is, maar vanuit de sociale sector, dan gaan we er zeer zeker een gepaste afwegingen maken. In die zin van, u weet ook, vanuit de vrije sector staan ook woningen voor senioren. En kijken we naar de afgelopen jaren, dan zijn er in die zin, als ik kijk, voor senioren maar 3 woningen gebouwd, terwijl het aanbod voor senioren hoger was, maar er is niet gebruik van gemaakt. Dus als ik terug resumerend, als je kijkt naar krantartikelen, in die zin van een journalist probeert altijd een goede weergave te geven, maar de juiste weergave komt in de prestatieafspraken die we met de woningstichtingen maken en die weer bij u als raad voorgelegd zullen worden. Wij gaan ook afspraken maken in die prestatieafspraken over de verduurzaming van uw woningen met beide corporaties. En dan, die zult u daar ook in terugvinden, want het wordt naar aanleiding van deze woonvisie. En daarnaast de inbreidingslocaties, u noemde het Kleine Veer. Dat is al vaker hier in deze raad besproken geweest. Wij hebben uw raad toegezegd dat de woningbouw aan het Kleine Veer zal gebeuren in dezelfde woontypologie die er nu al is. Dus aan de Baarsmestraat rijwoningen, aan de Bernhardstraat Weekappers en hiervoor aan de Bruinleeuwstraat, daar komen 2 of 3 vrijstaande woningen. Daar bent u toen als raad mee akkoord gegaan. En waar u als raad mee akkoord gaat, daar moeten wij als college daar invulling aan geven en dat zullen we dus ook doen. Dat dan gaan de vragen van de ChristenUnie. VVD gasloos. Wij zien dat, in tegenstelling wat u noemt, meneer Schuring, dat toch de sector, de bouw, klaar is om energie-neutrale woningen te bouwen. Wat we met name ook in de vorige periode gebeurd is, dat we met name sociale koopwoningen in met name Hoonhorst en Oud-Leusden hebben gebouwd, die gasloos zijn en niks meer hebben gekost dan uw reguliere statuswoning. Dus binnen het bestaande budget, dat was voor de tussenwoningen 157.000 en voor de hoekwoningen 179.000.
Wij hebben voor die prijs gasloze woningen kunnen aanbieden aan de stad. En ik kan u vertellen, al deze mensen zijn er verschrikkelijk gelukkig mee. Dus die twijfel die u hebt, die zal er bij een aantal mensen wel zijn. Maar de praktijk blijkt dat dat goed kan en dat de mensen tevreden zijn. Partij van Arbeid, over dus de problematiek van de sociale woningbouw. Kijk, wij houden nog steeds vast, met name aan die 50-50. En wat ik net ook al tegen ChristenUnie zei, er is mogelijkheid om daar wat percentage van af te wijken. En met name, er zal ook gekeken worden naar de vraag. Maar beide sociale sector en vrije sector willen we in balans houden. Want het kan ook niet doorslaan aan de ene kant, maar dan krijg je ook een verstoring van opbouw van de wijk. En met name, dan moet je mensen, jonge mensen ook, die graag een huisje willen kopen, die moet je dan teleurstellen. Dus wij proberen daar een goede afweging van te maken. En natuurlijk daarmee ook in de gesprekken die we hebben met de woningstichtingen, om die wachtlijsten, om die niet extreem lang te laten zijn. En met name, we hebben ook gezien dat er per kern de wachttijd ook verschilt. Maar wat ik de vorige keer ook tegen u zei, meneer Wildvang, er zit een stuk vervuiling zit erin. Maar nogmaals, wij leggen ons oor te luisteren naar de vraag die er is. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Nijburg. Is dat voldoende? Ja, wat wij vooral belangrijk vinden is dat de wethouder zegt, we maken afspraken en we komen bij de raad terug. En nou, dat lijkt me wat dat betreft voldoende. Oké, dank u wel. Meneer Schuring, meneer Wildvank, nog een tweede instantie. Meneer Schuring nog? Ja, toch nog een klein puntje, want het is mooi dat die woningen voor dezelfde prijs gebouwd kunnen worden. Maar nou is de vraag of de financierders ook datzelfde totale bedrag willen financieren. Of dat er nu een gedeelte in die installatie zit die de financierder niet meeneemt in zijn hypotheek. Waardoor dan die starter alsnog een probleem heeft omdat hij zijn financiering niet rondkrijgt. Met andere woorden, lopen we wat dat betreft niet te ver vooruit? Of zijn de financierders daarop aangesloten? Dank u wel. Voordat u reageert, wethouder, kijken we nog even naar de heer Wildvang, nog een tweede instantie. Ja, nou, ik weet niet zeker of mijn vraag nog helemaal beantwoord is, want mijn vraag was eigenlijk van, als nou blijkt uit het nadere onderzoek, waarbij u een scherper inzicht krijgt in de behoefte aan sociale huurwoningen, als nou blijkt dat die behoefte groter is dan u nu aanneemt, gaat u dan opnieuw met die woningcorporatie in onderhandeling om die bouwafspraak aan te passen? Dat was mijn vraag. Oké, het zijn twee helderen. De eerste is, levert het probleem op bij de financiering of is dat tegenwoordig eenvoudiger? En de tweede is, nieuwe inzichten leidt dat tot nieuwe gesprekken met de woningcorporatie? Qua financiering van de statuswoningen geeft geen probleem en de financiers zijn in alle gevallen vaak ook blij mee, want dus de bewoners hebben zeer lage energiekosten, dus geen gaskosten meer, maar wel elektrisch. Dus financiering is geen probleem. Dan Partij van de Arbeid. We hebben te maken met de opdracht van uw raad 50% sociaal, 50% vrije sector. We gaan na twee jaar de prestatieafspraken met de woningstichting gaan we evalueren. Mocht dan blijken dat het geval zich voordoet zoals u het kenschetst, komen we bij u opnieuw terug, bij u als raad. En dan mag u daar een oordeel over geven en een besluit over nemen. Dat versta ik als een ja. Zijn daarmee alle informerende vragen nog gesteld? Mag ik naar de opinierende ronde? Meneer Meijerink, gemeente Belangen. Ja, wij waren in de commissievergadering al akkoord met het voorstel. We zijn blij met de extra punten die meegenomen zijn in de woonvisie en met de antwoorden van de wethouder vanavond. Dus dank daarvoor. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ik ben bang dat ik een paar meer woorden hieraan moet wijden. Allereerst willen wij het college en het ambtelijk apparaat danken voor de talrijke aanpassingen in de voorliggende woonvisie. Dat wil niet zeggen dat ik op alle gestelde vragen antwoorden kan terugvinden in het gewijzigde stuk. Belangrijk vertrekpunt voor de nieuwe visie dient betaalbaarheid te zijn. Dat de gemeente het uitgeven van kleinere kavels heeft opgenomen in de visie, juichen we daarom toe. We constateerden net als collega-fracties dat de metingen en voorspellingen een tekort aan sociale huurwoningen aangeven in alle dorpen. Het college geeft in een nadere duiding aan dat aan de aantallen geen absolute waarde mag worden toegekend, omdat ook mensen met een te hoog jaarinkomen aangaven wel een sociale huurwoning te willen. Ja, dat kan best zo zijn, maar de behoefte aan goedkopere huurwoningen is daarmee niet weg. Vooral senioren willen echt wel gaan huren en in de meeste gevallen wensen ze een goedkopere woning. Met bijvoorbeeld weinig grond en onderhoud, waar gemakkelijk zorg kan worden verleend.
Dat hoeft niet per se een sociale huurwoning te zijn, maar de zorg rondom wonen laten bij een woningcorporatie is voor ouderen heel geruststellend. Het college constateert terecht dat nader onderzoek naar de woonbehoefte nodig is. Het is prettig te lezen dat voor mensen in acute nood altijd snel een woning kan worden geregeld. Ook de toezegging van Vechthorst om zich te richten op een netto toevoeging van 300 huurwoningen in 10 jaar is vertrouwenwekkend. Met onze suggestie om vooral in te zetten op woningen die zowel geschikt zijn voor startende jongeren als voor ouderen is vooralsnog niks gedaan. We vragen de wethouder om de voordelen van dergelijke dubbeldoelwoningen, zowel bij de woningcorporaties als bij aannemers en projectontwikkelaars met bouwplannen, onder de aandacht te brengen. De uitwerking van de kaderstellende algemene principes blijft vrij mager. En natuurlijk kan er nog veel worden bijgestuurd in uitvoeringsprogramma's. Maar we missen een richtpunt als op ontmoeten ingerichte wijken, die mee kunnen bewegen met een veranderende bewonerssamenstelling. Ook qua duurzaamheid mag er wat ons betreft wat meer flexibiliteit in de visie. Gasloos hoeft wat ons betreft niet per se. Beter aansluitend bij de hedendaagse ontwikkelingen en mogelijkheden is het uitgangspunt van tenminste energie neutraal. Dat biedt meer ruimte aan eventueel relevante toekomstige ontwikkelingen. De woningcorporaties zijn in het algemeen prima op weg met de verduurzamingsactie. Erg jammer vinden wij dat er van de door de Raad gewenste integrale visie op leefbaarheid per kern in deze visie weinig is te vinden. We horen van de wethouder nog graag hoe het college die omissie wenst in te vullen. Al met al vinden we dat met deze nieuwe woonvisie best een goed vertrekpunt ligt voor de komende jaren. De woningmarkt is vooral door ouder wordende bewoners met toenemende zorgvraag en door snel toenemende technische mogelijkheden aan sterke veranderingen onderhevig. Dat vraagt om een woonvisie die ruimte biedt voor meer bewegen. Deze visie doet dat op een aantal fronten. Op anderen kan het nog beter. De woonvisie mag geen grote belemmeringen oproepen in dit ontwikkelingsproces. Zo nodig moet de visie ook al voor 2020 kunnen worden aangepast aan de tijd. Het CDA wenst de wethouder met de afdeling succes bij de vertaling van deze visie naar een werkbaar uitvoeringsprogramma. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Meneer Nijberg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben al gezegd dat we vinden het maken van afspraken heel belangrijk. De wethouder heeft ook aangegeven dat het gaat om, zoals CDA ook aangaf, flexibel omgaan met de behoefte die er is. Dat spreekt ons zeker aan. Veel zaken komen terug. Dat zien we graag gebeuren. Dan kunnen we blijvend ook op allerlei aspecten onze visie geven. En we vonden dat het stuk zinvolle aanvullingen en aanpassingen heeft gekregen. Daar zijn we blij mee. En tegen die achtergrond en in dat licht kunnen we ja zeggen tegen deze visie zoals die nu voor ligt. Dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik begin er even mee door twee korte opmerkingen te maken over de aanpassingen die zijn gedaan, die niet direct hebben geleid tot een vraag, maar daar wil ik toch graag een opmerking over maken. De eerste is over dat punt van die sociale huurwoningen. Er wordt een opmerking gemaakt dat aan het aantal geen absolute waarde moet worden toegekend. Die opmerking begrijp ik wel, in voor alle duidelijkheid, maar aan de andere kant toch ook eigenlijk weer niet, want er is een inventarisatie gedaan, daar blijkt een tekort uit. En ook al is dat dan een tekort op papier, we moeten dit soort getallen ook serieus kunnen nemen. Als er een deel is van de inwoners dat kennelijk een inkomen heeft dat boven de norm uitkomt, wil dat nog niet zeggen dat daarmee de behoefte onterecht is. Dat hoorde ik net de heer Ochtenberg ook zeggen. Mensen kunnen mogelijk ook hun eigen toekomst wat beter voorspellen dan wij. En een tweede opmerking wil ik graag maken over het punt van de wachttijden. U schrijft dat er altijd sprake zal zijn van een bepaalde wachttijd. Dat is absoluut terecht. Een woningvoorraad waarbij de wachttijd nul is, lijkt me zeer ongewenst. Dus dat zijn we helemaal eens. En een wachttijd van 2,5 jaar is ook ongewenst. Zeker voor een gemeente als Dalfsen. De aanname die u hier doet, dat dat in de praktijk nog wel eens mee kan vallen, delen wij niet op voorhand. En de ervaring uit de praktijk, hebben we ook, leert dat het op dit moment vrijwel onmogelijk is om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen binnen een redelijk te achten termijn. Ook als er sprake is van een zekere mate van urgentie. Dus ik zie jonge mensen het dorp of de gemeente verlaten. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Ik hecht er dus zeer aan dat scherpere inzicht waar u op wijst,
En dat dat er komt en dat we op basis daarvan nog eens opnieuw de afspraken onder ogen zien. Dat gezegd hebbende. Zijn we verder blij met het stuk zoals het er ligt. Al houd ik zorgen over het aantal sociale huurwoningen. Maar we zijn blij met de grote lijnen die in deze notitie zijn verwoord. En daar stemmen we graag mee in. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Schuring, VVD. Dank voorzitter. Ja, woonvisie. Komt u weer. Het woord visie. Ik mis nog steeds de ambitie en ik hoor de wethouder nog steeds de vorige keer de opmerking plaatsen. Ja, we willen gewoon eigenlijk iedereen die hier graag wil wonen een plekje kunnen bieden. Dan denk ik, ja, dat is vraaggestuurd werken. Daar mis ik wel een stukje ambitie. Daar waar de jongeren komen, daar willen we ze een plek kunnen bieden. Daar waar, ja, willen we ze houden. En hoe gaan we daar dan rekening mee houden? Wat gaan we dan bieden? Ik hoorde eigenlijk vandaag wel meerdere keren de opmerking komen. Nou, bijvoorbeeld, hoe realistisch is die sociale woningbouwgroei van 300 woningen? Ik hoor het antwoord, prestatieafspraken worden nog gemaakt. En vervolgens komen we bij u terug. Dat is wat mij betreft nog niet een antwoord dat het reëel gaat zijn en dat we er gaan komen. De heer Wildvang zegt net al, jongeren, nou, mogelijk vertrekken ze wel. Ik ben wel benieuwd of we daar wat meer duidelijkheid over gaan krijgen de komende jaren. Want dat zou wel prettig zijn. Diezelfde jongeren, ik hoor nog steeds de geluiden, ondanks dat er nu wordt gezegd dat de financiering geen probleem is. Dat het nog niet zo vanzelfsprekend is en nog niet zo makkelijk is. En dat jongeren inderdaad over de grens gaan kijken. En dat zou heel erg jammer zijn. Ik hoop dat we die ambitie niet alleen op de ouderen, ook belangrijk, maar ook op de jongeren vasthouden. En daar onze woonvisie in meenemen. En een daadwerkelijk een echte visie omheen gaan formuleren. Het basisstuk is, een mooie basis op basis van wat we verwachten dat er op ons af gaat komen. En hoe we daarmee omgaan. Dus dat lijkt me prima. Alleen dat stukje ambitie erbovenop, dat zou mooi zijn in de toekomst. En uw conclusie is? Voor dit basisstuk kan ik mee instemmen. Alleen ik vind het woord visie ongelukkig gekozen. Ja. Oké, dank u wel. Wethouder, ik wil u toch nog in de gelegenheid stellen om te reageren. Want ik hoor in ieder geval op dat punt met betrekking tot de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Hoor ik toch echt vrij breed het verzoek om dat heel zorgvuldig te blijven beschouwen. Niet op lange termijn, maar op korte termijn. En ik hoor ook te vragen om nog eens een keer na te denken of je ook niet een visie per kern zou moeten ontwikkelen. Dat zijn de twee hoofdpunten die ik nu pak uit de reacties in de opinierende ronde. Misschien wilt u daar iets over zeggen. Ja, voorzitter. Wat ik hoor met name vanuit de verschillende fracties is met name de huurwoningen. En met name goedkope huurwoningen voor ouderen en voor jongeren. En met name ook koopwoningen van de jongeren om dat onder de aandacht van de bouwers te brengen. Ik heb de vorige keer ook al gezegd, kijk, we hebben een actieve grondpolitiek hier in de gemeente Dalfsen. En als er jongeren zijn die een huis willen bouwen, laat ze zich melden, dan gaan we met hun om tafel en dan gaan we kijken, wij spreken wat we kunnen doen. En als de jongeren een goedkope woning willen bouwen, dan kunnen ze met de bouwer om tafel en dan kunnen ze met de bouwer kunnen ze een afspraak maken van wat voor soort woningen willen hebben en wat voor budget is. Dus wat dat betreft, daar geef ik het weer iets terug. Met name omdat wij niet de gemeente zijn waar projectontwikkelaars alle woningen gaan bouwen. Dus in samenspraak met jongeren willen we graag wat doen. Wij gaan ook in gesprek met de partijen die met name hier huurwoningen willen bouwen boven de sociale huurgrens. Want daar is ook behoefte aan. In die zin, er wordt door het CDA genoemd van ja, gasloos hoeft voor ons niet per se. U als raad heeft zelf vastgesteld met name dat de nieuwe uitbreidingswijken gasloos moeten zijn. En dus daar hebben we ook geanticipeerd. Leefbaarheid. Leefbaarheid is ook een verantwoordelijkheid, niet alleen van ons als gemeente, maar ook van de bevolking, van de nieuwe inwoners van de wijk. En wij gaan op heel veel fronten, met name die opmerking kwam vanuit de CDA-fractie, gaan we al met name met de nieuwe bewoners in gesprek over de inrichting van die nieuwe wijken. Met name ook over de speelvoorzieningen voor de kinderen. Dus wij doen in samenwerking met de burgers, middels burgersparticipatie, doen wij al heel veel. Woonvisie meebewegen, het is ook een visiedocument, het is geen uitvoeringsplan.
Dus nogmaals, over 2 jaar worden we weer geëvalueerd. En waar we, aan wat voor knoppen we bij moeten draaien, gaan we zeer zeker doen. Dus, dan krijg je ook weer naar de Partij van de Arbeid, die noemt ook weer die wachttijd. Ja, 2,5 jaar is ongewenst. En er wordt ook gezegd van, en met name de VVD noemt het ook al, dan gaan onze jongeren gaan weg. Ja, in de wachttijden zoals in de gemeente Dalfsen zijn, die zijn niet uniek. Als we bijvoorbeeld naar Zwolle gaan, dan zijn de wachttijden veel langer. Maar in omliggende kernen, omliggende gemeentes, zijn die wachttijden ook omstreeks die 2,5 jaar en soms nog hoger. Dus wij lopen niet uit de pas. Maar waar we het kunnen verkorten, daar zullen we zeer zeker aandacht aan besteden. Dus dat in het kort met name op de vragen die gesteld zijn door de verschillende fracties. Al eerder had ik van u gehoord dat u zorgvuldig zou blijven volgen hoe de vraag naar sociale huurwoningen zich zou ontwikkelen. En dat u ook op het moment dat daar duidelijk veranderingen plaatsvindt, dat u daarover dan met de raad in gesprek gaat. Die toezegging heb ik wel al in de vorige ronde, heb ik die al genoteerd. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is wel van belang, ook voor de griffier. En misschien ook voor het vervolg van de discussie. Mag ik nog voor iemand in tweede instantie? Of gaan we gewoon in stemming brengen? Meneer Lochtenberg. Een paar kleine dingetjes. Ik ben helemaal niet enthousiast over de inzet voor onze inwoners. En ik weet ook dat bouwen voor jongeren van goedkope woningen, dat een richtlijn wat wij voorgesteld hebben, is om als u woningcorporatie spreekt of als u projectontwikkelaars aannemer spreekt, dat u met name die dubbeldoelfunctie van woningen onder aandacht brengt, omdat die ons verder brengt. Dat is een vraagje. En ten aanzien van de leefbaarheid weet ik dat u met de afdeling actief bent en van alles probeert om de inwoners aan te zetten tot. Waar wij om vragen in zo'n visie is een integrale visie op wat moet er nou per kern gebeuren. Want daar kunnen dus best verschillen in zitten. Dus niet afwachten wat de bewoners willen, maar een stukje visie op waar willen we nou naartoe. En wellicht dat u daar aangeeft van dat geeft dus ruimte voor daar of dat. Gezien de ontwikkelingen die we in dit dorp kennen of in deze wijken kennen, moet er nog wat aandacht zijn voor dat en dat. Zoiets versta ik onder visie. Dank u wel. Meneer Wildvank? Ja, ik reageer toch even op de reactie van de wethouder, omdat ik hem hoor zeggen dat voor jongeren die mogelijk een woning willen kopen, sociale woning willen kopen, of huurwoningen boven de norm, dat die daar alle ruimte voor wil bieden. Maar de vragen zijn natuurlijk steeds gericht op sociale huurwoningen die niet boven die norm uitstijgen. En met name bedoeld voor jongeren die niet in staat zijn om een woning te kopen. Maar het lijkt een beetje alsof u daar geen zicht op hebt. U maakt zich druk over jongeren die een woning willen kopen. Heel mooi. Maar het ging mij nou net om dat u vooral zicht houdt op die groep die dat niet kan betalen. En die dus afhankelijk is van een sociale huurwoning. Gelukkig werd u door de voorzitter nog even herinnerd aan die afspraak. Maar om die groep gaat het ons. Wethouder, kort, als het kan. Ja, even kort. Meneer Wildvank, voor die doelgroep die u net heeft genoemd, hebben we de laatste jaren al heel veel energie aan besteed. De gereformeerde kerk hier in Dalfsen is voor die doelgroep. Het gebeuren aan het Gutterserf, u bekend, waar Philadelphia zit, is omgebouwd voor jongeren. De Burcht in Nieuw-Leusen zijn kleine studio's gebouwd. Dus die groep wordt zeer zeker niet vergeten, meneer de Wildvang. Zeer zeker niet. En in het geval van, en ook wat vanuit de CDA-fractie werd benoemd, ook met name voor die doelgroep en wat per dorp nodig is, wij proberen per dorp maatwerk te maken. Maar in die zin van, misschien begrijpen we u niet, maar dan moet u maar zeggen van wat we bij spreken als gemeente of als college in dit gebeuren dan niet goed hebben gedaan. Gezien ook de voorbeelden die kort geleden zijn gerealiseerd. Ja, nu daagt u de heer Wildvank uit. Dat had u natuurlijk nooit moeten doen. Want nu moet ik hem het woord geven, dat kan niet anders. Meneer Wildvank. Dank u wel. Ik wil niks afdoen aan de voorbeelden die u geeft. Die zijn natuurlijk toe te juichen en daar zijn we ook zeer enthousiast over. Maar waar we het hier over hebben, is de toekomst. En daarin blijkt uit dit stuk en ook uit de cijfers die u zelf opvoert, dat er op zijn minst, net werd het woord discrepantie genoemd, dat er een gat zit tussen datgene wat u nu voorneemt om te bouwen en waar behoefte aan is. Dus, en daar gaat het ons om, dat u in die
in die aantallen ook wel het zicht houdt op die groep jongeren die afhankelijk is van een sociale huurwoning. En nogmaals, ik doe niks af aan hetgene wat u in het verleden hebt gedaan, maar het gaat ons er vooral om dat u naar de toekomst kijkend ook die groep goed in het zicht houdt. En dat was een beetje mijn zorg, dat u zich vooral richt op jongeren die het kunnen kopen en jongeren die mogelijk iets kunnen huren boven de sociale norm. Nee, wij willen het hebben over die doelgroep sociale huurwoning. En die lijkt u niet op voorhand in uw hoofd te hebben. Raadhouder tot slot. Kijk of dat lukt. Zonder verleden geen toekomst, meneer Wildfank. Die groep staat ook op ons netvlies. En daar gaan wij ons best ook voor doen. En de heer Wildfank, u kunt hem daarop aanspreken. Dat is helder. Hij staat ervoor. Mag ik dat zo zeggen? Dan kijk ik nog even verder rond. De heer Lochtenberg, neemt u genoegen met de teksten over maatwerk per kern? Dat, nou, voor nu. Doet u dat? En dan kijk ik of ik naar een afsluiting toe mag. Mag die in beeld? Die is eenvoudig. Gehoord hebben we de discussie. En alle toezeggingen die gedaan zijn. Dat zegt er me altijd weer bij. Want het gaat om een woonvisie. En die leeft, ook nadat die is vastgesteld, blijft die ademen als het goed is. Woonvisie 2016-2020. Voorstel is om de woonvisie gemeente Dalfsen 2016 tot en met 2020 vast te stellen. Ik kijk even rond. Wie kan daarmee instemmen? Dat bent u allemaal. En daarmee is die met algemene stemmen aangenomen. Dank u vriendelijk. Dat is toch ook weer zo'n die dan met algemene stem wordt aangenomen, maar hij heeft nogal een weg. Hij is nogal een weg afgegaan, laten we het zo zeggen. Dus dat is toch weer een mooi moment. Mag ik maar gaan naar punt 8, aanpassing verordening starterslening. U had verruiming, u had behoefte aan verruiming vanwege duurzaamheidsmaatregelen en er zijn ook suggesties gedaan over het bedrag. Wethouder Agricola heeft aangegeven dat hij het voorstel zou aanpassen en dat is ook gebeurd. Maar ik wil toch ook nog een keer een bespreking in twee ronden. Lijkt mij gezien het onderwerp wel verstandig. Is er nog iemand van u die behoefte heeft aan informerende vragen? Ik zie de heer Lochtenberg naast mij knikken. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. We hebben inderdaad nog twee vragen. De eerste die betreft, het college die stelt nu voor om per aanvraag maximaal 35.000 leerlingen ter beschikking te stellen. En het college verwacht daarbij dit jaar nog een gemiddeld aantal van 13 aanvragen in de tweede helft van dit jaar. En wij vragen ons af, is dat reëel? Met andere woorden, zit er geen prop in de lijn aanvragen omdat we tot nu toe eventjes zonder regeling zaten? De tweede vraag, en daarbij vraag ik ook de andere fracties om even mee te denken. Wij denken namelijk dat het college ons voorstel onjuist uitlegt en daarom onterecht terzijde schuift. Dat betreft, wij vragen om de koppeling aan het label van een woning. Daarmee bedoelen we dat we een grotere premie zouden willen toekennen aan diegene die een zuinige woning koopt. Daar bedoelen we niet meer en niet minder mee. Dat betekent dus iemand die een minder zuinige woning koopt, krijgt een mindere lening. Die moet daarna nog zien zijn woning te gaan verbeteren. Daar hebben we een duurzaamheidslening tegenwoordig voor van de provincie, splinternieuw. Daar hoeft hij geen extra statuslening voor te krijgen van ons. En daarmee is volgens ons de uitleg die nu in het aangepaste stuk staat onjuist. Dus daar is gezegd, het kan niet, de koppeling aan duurzaamheid, omdat het extra geld wat je daar nodig hebt voor de woning verbouwen, dat kan niet in de statusregeling. Maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. De bedoeling is gewoon, diegene die al een zuinige woning koopt, die een wat hogere lening te gunnen dan degene die een woning koopt, waar nog van alles aan moet gebeuren. Dat was vraag 2. Hebben we het, en de vraag is dus, klopt dat? Samengevat, u stelt voor een staffel waarbij de hoogte van de lening bepaald wordt door het energielabel van de woning. Nou ja, zo'n staffel is dan een verdere logische uitwerking. Maar het principe is dus eigenlijk van een hogere lening voor een woning die zuiniger is. Okay. En het heeft dus verder niks te maken met nog uit te voeren werkzaamheden, want er hoeft daar niet van betaald te worden. Ja, helder. Andere, ik kijk nog even rond. Niet? Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. De eerste vraag van het CDA of er een prop zit in de pijplijn is mij niet bekend. Maar volgens de regeling, geeft u terecht aan, zouden wij nog 13 vragen kunnen honoreren van 35.000 euro. Onjuiste uitleg. Ja, ik heb iets anders begrepen dan u nu kenschetst. Dit stuk ligt al ruim een week bij de fracties. Als u nou even had gebeld en een technische vraag had gesteld, dan hadden wij bij spreken daar even goed naar kunnen kijken.
van het voorstel wat u nu aangeeft. Want ik begrijp, als bij spreken iemand een woning koopt met label A, dan bent u bereid bij spreken deze persoon 35.000 euro te geven als statuslening. Heeft iemand een label GE, dat u zegt 17.000 euro. Begrijp ik het zo goed? Bij wijze van spreken. Ja. Dus daar hadden we even naar kunnen kijken, dat hebben we dus niet gedaan. Dus, maar ik ben ook benieuwd van hoe de andere fracties over dit voorstel van het CDA denkt. Vindt u hem zelf interessant, de gedachte? Het is, wat wij merken en horen is dat jonge mensen die een woning willen kopen in het goedkopere segment, toch die 35.000 wel nodig hebben om die woning te kopen. Dus anderzijds, ik vind het een sympathieke gedachte, anderzijds sluit het ook weer mensen uit die dan geen woning kunnen kopen. Dat is de keerzijde. En de andere fracties die hierop reageren, ik kan me ook voorstellen dat het inzicht echt nieuw is. En een nieuw inzicht moet je soms ook nog even over nadenken. Maar andere fracties die willen reageren graag. Ja, voorzitter. Meneer Meijering. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is even nieuw. Ik zou het graag wel even mee willen nemen naar de fractie toe. Desnoods door middel van een schorsing. Ik vind het een sympathiek voorstel en het verder wel even wat verdere uitwerking, denk ik. Maar ik sta er zeker niet negatief tegenover. Maar ik wil graag even binnen de fractie overleggen. Meneer Nijkamp. In de commissie is er ook gewezen op het feit dat de provincie bezig is met een dergelijke regeling. En we hebben toen gezegd van nou, neem dan in ieder geval contact op met de provincie om te kijken van dat je niet, nou ja, contraproductief werk zou je kunnen zeggen, maar stem het in ieder geval af. En in die zin, ja, als dat nu niet het voorstel is en het wordt nu zo in één keer uitgebracht, is dat misschien wel wat te kort door de bocht om dat nu te overzien wat de consequenties daarvan zijn. Dus dat is even de vraag van wat we daar dan mee willen. Ik kijk even naar rechts, meneer Wildvank. Ja, ik vind op zich de gedachte wel sympathiek, maar ik kan niet helemaal overzien in hoeverre dat nou negatieve consequenties met zich meebrengt voor woningen die, laat ik het maar even zo zeggen, aan de onderkant van de markt zitten. Die zullen veelal, is mijn aanname nu even, zullen veelal een ongunstig label hebben. En dat zou kunnen betekenen dat die woningen daarmee dus in één keer oninteressant worden voor de aanschaf. En daarmee belemmer je de doorstroming wellicht van juist die woningen. Die in beginsel wel interessant zijn voor starters, maar nu in één keer minder interessant worden, omdat die starterslening daar niet voor gegeven wordt. Of minder voor gegeven wordt. Dus dat, ik zeg niet dat het daarom niet zou moeten, maar dat is wel een consequentie die ik ook nog even onder ogen zou willen zien. Dus om nou even zomaar over start te gaan, dat is mij even te kort door de bocht inderdaad. Meneer Lochtenberg, u vroeg om een reactie vanuit de fracties, die heeft u gekregen. Ja. Dank u wel daarvoor. Nadrukkelijk. Het is niet zo trouwens dat dit helemaal nieuw is, want ik heb in principe vorige week, de vorige keer net zo geponeerd. Wellicht wat minder duidelijk voor iedereen, maar ik heb hem genoemd. Kijk, achterliggende gedachte bij ons is dat je nu met 13 mensen 35.000, dus 13 mensen nog even kunt helpen en de rest is het helaas pindakaas. Want dan is het echt op is op. Er is toch, zoals het nu lijkt, voorlopig geen regeling provinciaal die het over kan nemen of die ons kan ondersteunen. En dat betekent dat het of ons na die 13 heel veel geld kost om de regeling door te zetten, of het is inderdaad op, klaar. En dan is het alles of niks voor de mensen die er net bij zijn, die eerste 13 en na niet. Als je het op deze manier zou doen, ben ik met u eens dat het wel enige prijsconsequentie zou hebben. Maar je mag je afvragen of het dat niet zou mogen hebben. We hebben natuurlijk het geluk dat inmiddels de nieuwe duurzaamheidsregeling van de provincie bekend is. Dat die mensen bij uitstek daar natuurlijk gebruik van kunnen maken om de verbetering aan die woning uit te kunnen voeren. Tegen hele gunstige condities. Maar het overgrote voordeel is inderdaad omdat veel mensen laag gelabelde woningen zullen kopen. Dat we dan veel langer met ons budget nog kunnen doen. En dan hopelijk het kunnen rekken totdat de provincie met een alternatief komt. Waardoor ook Dalsen zijn regeling door kan zetten. Want wij willen graag zoveel mogelijk starters helpen en niet alleen maar 13 en dan een groot gat. Dat is de achterliggende gedachte. Dus ik vat u heel ruw samen. Maar wat u eigenlijk zegt, dus misschien is het niet zo erg dat juist voor velen die starterslening lager zal zijn. Omdat het om een budget gaat dat dan vervolgens ook over meerdere deelnemers kan worden uitgespreid. Dat is wat u in feite zegt. In combinatie met duurzaamheid, maar goed. Maar dat is niet van ons. Dat is van de provincie. Wethouder, wat gaat u hier nou mee doen?
Ik weet het namelijk niet. Nou, in die zin van, voorzitter, er is ook schorsing gevraagd van een van de partijen. Dan laten we die schorsing eerst met even afwachten en waar de gemeentebelangen mee komt. Ben ik wel benieuwd naar. Nou, dan stel ik gewoon even nu een schorsing voor. Voorzitter? Wat zegt u, meneer Nijkamp? Misschien nog één puntje dan voor die schorsing. Is het een idee om deze suggestie verder uit te werken voor de plannen 2017? Want we wachten al een poosje op zo'n regeling. We hebben nog een halfjaartje te gaan. Dus laten we in die zin een beetje tempo maken, zou je kunnen zeggen. En werkt zo'n mogelijke regeling meer gekoppeld aan duurzaamheidsverbetering, werkt dat voor 2017 uit? Want daar ligt nog ook nog wel een vraagstuk. Lijkt me een interessante gedachte om mee te nemen in de schorsing. Dus een van de opties is dat u zegt, dit is interessant, maar nu even niet de besluitvorming laten vertragen. Dat zou een optie kunnen zijn. Schorsing meneer Meijerink, en ik denk dat het college ook even moet nadenken. En ik stel eigenlijk voor, dat is misschien wat vroeg, maar om daar gewoon gelijk de koffie bij te doen. Kan dat niet? Want ik weet niet hoeveel vergaderingen nog we daarna hebben. Ik kon nog wel eens een keer meevallen, dus dan combineer het gewoon met de koffie. Vindt u dat goed? En dan stel ik voor, 8:45 terug. Ja? 8:45 terug. Ik schors de vergadering. Agenda punt 9. Motie voor duurzame gebouwen. Daar is een hele discussie over geweest de vorige keer. Dat heeft wethouder Van Leeuwen zo goed mogelijk vanuit het college proberen te doen. Maar nu neemt wethouder Agricola het weer over. Want het is zijn portefeuille. De wethouder heeft een aantal toezeggingen gedaan. Namens het college er is schriftelijke informatie over isolatiecampagne, overleg met woningcorporaties en het idee van het buurtwerk onder de aandacht te brengen van de wethouder. U vond het allemaal wel net niet goed of te ver gaan of niet ver genoeg, maar het was geen eenvoudige discussie, laat ik het zo zeggen. Dus ik stel voor, ook naar aanleiding van de vorige keer, dat we een bespreking doen wederom in twee ronden. Eén keer nog informerend en daarna opinierend. En ik kijk even rond. Mag ik meneer Hof van Gemeentebelang als eerste het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hadden onder andere die vraag gesteld over de isolatiecampagne. Er was ook toegezegd om daar schriftelijk op terug te komen. En dat is nu in de notitie aangepast. Alleen die aanpassing die roept echt meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. Dus ik zou toch wel van de wethouder wat toelichting willen met betrekking tot de aanpak, de projectorganisatie en de rol van de duurzame dorpen op die campagne of in die campagne. En het tweede, dat inderdaad de suggestie van het CDA voor die buurtwerker die is opgenomen. Nou, dat sprak ons ook wel aan. Kan de wethouder iets meer een idee geven wat hoe hij dat voor zich ziet? Andere. Meneer Nijberg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ik heb het ietsje anders opgebouwd, maar het komt uiteindelijk denk ik op hetzelfde neer. Wij willen eerst iets zeggen over waar we nu staan. En dat heeft in de eerste plaats te maken met de motie duurzaamheid gemeentelijk gebouwen, waar we onze steun aan hebben gegeven. In de tweede plaats de ambitie die nog steeds voor Dalfse geldt, 2025 CO2-neutraal. En een heel belangrijk punt, we willen het gebruik van fossiele brandstof, waaronder gas, terugdringen en besparen op de energie. Vervolgens zeggen wij, ja, de gemeente speelt een belangrijke rol in de voorlichting en voorbeeldfunctie naar de burger. En we willen dat de burgers het goede voorbeeld van de gemeente volgen. Een van de speerpunten betreft het verduurzamen van bestaande gemeentelijke gebouwen. Want zo moet je volgens ons die motie die we hebben ingediend uitleggen. Zeker in dat tweede punt van spreekt uit dat. En dat geeft ons enkele vragen aan het college. In de eerste plaats de vraag, feitelijk is de sigarijfabriek nieuwbouw. Zeker sinds de val van de muur. En daar kun je een hele discussie over houden. We hebben daar al wat over gezegd. Maar is het college het met deze constatering eens dat het hier gaat over nieuwbouw? Tweede vraag. In deze nieuwbouw wordt gas gestookt en gas gekookt. Dat heb ik nagevraagd, is ook bevestigd, heeft de wethouder bevestigd. Ziet het college dit nu als exposé van het goede voorbeeld aan de burger? Derde vraag. We bouwen de sigarijfabriek en nieuw en niet duurzaam. Ja, en dan vraag ik me af, los je dat probleem, die contradictio in terminis, los je die nou op met zonnepanelen? Is dat nou de
brug die het gat moet dichten. In feite is het plan voor de sigarijfabriek, en dat is de vierde vraag, niet compleet. Is er sprake wat dat betreft van een ontwerpfout? Oftewel, er wordt op dit moment iets gekoppeld wat niet gekoppeld zou moeten worden in onze visie. Dat zijn eerst de vragen. Andere. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank, voorzitter. Ik wou toch eventjes inderdaad wel even inzoomen op die de sigarijfabriek of de combinatie hiernaast, waar het dan over gaat. Even los van de discussie of het nou een voorbeeldpand is of niet. En wat we daarvan vinden, daar hebben we het volgens mij de vorige keer uitgebreid over gehad. Maar de procedure is ook besproken. En daar zat wel een puntje waar al wat discussies over zijn geweest. En ik denk dat het toch goed is om die even te benoemen en te vragen of ik hem nou zo goed lees. Ik zeg even grofweg 120.000 euro budget voor verduurzaming. En er is gekozen voor de sigarijfabriek hiervoor. Daar is budget voor beschikbaar gekomen. En vervolgens is dat budget gegeven aan, nou ja, aan degene die dat gaat uitvoeren. Daarna is men tot de conclusie gekomen dat de optimale situatie niet daarmee te bekostigen blijkt te zijn. Maar de opdracht was al gegeven. Was het niet handiger geweest om eerst uit te laten zoeken of er een optimale situatie te regelen was voor die 120.000 euro. Om vervolgens wel of niet de opdracht te gaan geven. Om vervolgens hem dan dus waarschijnlijk niet te geven. En te gaan kijken wat er nog extra voor nodig is. En dan was men aankomen kloppen voor de opdrachtverstrekking voor die 22.000 euro. En dan had je een andere keuze kunnen maken. Nu is het geld al grotendeels uitgegeven. En gaat de vraag dus komen of die 22.500 euro nodig is voor het optimaliseren van de situatie. Dus dat is één. Ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste basis is. Ja, dank u wel. Ik kijk nog even verder rond. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja. De meeste zijn de orde geweest. Ik heb één aanvullende vraag. Naar aanleiding van de net bekend geworden nieuwe provinciale duurzaamheidslening. Heb u al enig idee, en ik neem me ook niet kwalijk als u het nog niet hebt, maar heb u al enig idee hoe deze duurzaamheidslening en de inzet daarvan is te combineren of hoe ze zich verhoudt tot die provinciale regeling? Kun je het combineren? Kun je ze plussen? Kunnen we daar iets mee? Met andere woorden, of zitten we elkaar in de weg? Gevoelsmatig, ik ben daar niet helemaal uit en wellicht dat u er al over nagedacht heeft. Dan kijk ik even rond. Dat was hem voor deze ronde. Wethouder Agricola, heeft u ze allemaal? Beginnen we met de buurtwerker. Ja, in die zin van in de commissievergadering is een vraag gesteld over de buurtwerker. En in het stuk staat, is aangegeven dat wij een buurtwerker zouden kunnen inschakelen. Wat ik ervan wil zeggen is, ik vind het niet een onaardig idee. In die zin van, ik vind het op zich wel een sympathiek idee. Want het blijkt toch dat als je grote stappen wilt zetten, dat je de burger toch meer bij de hand moet nemen, ondanks dat hier een duurzaamheidsloket is, enzovoort, enzovoort. Ik zou graag over de buurtwerken met een apart voorstel bij u als raad willen komen. Maar ik wil graag de raad van tevoren wel vragen van, hebt u daar extra budget voor over? Want als we die buurtwerken moeten betaald worden, als we die uit die bestaande pot halen, dan blijft er minder geld over. Dus als u als raad zegt van, wij zijn bij spreken bereid, met name om voor die buurtwerker extra budget beschikbaar te stellen, dan ben ik bereid om met het voorstel te komen. Vindt u goed dat ik hem even een beetje anders formuleer? Want anders gaan we hier ongeclausuleerd aan de raad zeg maar, een begrotingswijziging vragen. En dat lijkt me niet verstandig. Als u hem nu gewoon andersom formuleert, dat u zegt, u komt met een voorstel van een buurtwerker, maar er zit wel een prijskaartje aan vast, weet dat wel. Weet u, dan heeft u uw eigen positie helder en dan kan dan de raad vervolgens bepalen hoe ze daarmee omgaat. Nou, zo zou je het ook kunnen stellen. Ja, want anders moet ik met u nu in discussie en dat wil ik eigenlijk helemaal niet op dit punt. Maar weten dat er met name, de raad het hiermee eens is. Het is makkelijk gezegd, maar er zit wel een financieel aspect zit eraan. Dat wil ik daarmee zeggen. Dan de ChristenUnie. De sigarijfabriek, inderdaad, het is nieuwbouw. Maar weet dat in maart 2015 u daar een budget heeft vastgesteld voor 850.000 euro.
En wat dat betreft, van daar dan moeten we het gaan doen. Ten is bij spreker in november heeft u als raad bij spreker een motie aangenomen met het verzoek dat verduurzaming van een gemeentelijke gebouw, waarbij minimaal één gemeentelijk gebouw aangewezen zou moeten worden als voorbeeldfunctie. Budget wat we over hadden, met name over het jaar 2015, is 120.000 euro. Toen hebben we dus aangegeven, of u voorgesteld, om 120.000 dus te versteken in de verduurzaming van de sigorijfabriek en de gehele stoomsigorijfabriek. Dat is dus het theater en het restaurantgedeelte en de witte villa. Dus in zijn totaliteit. Nu blijkt dat wij niet uitkomen met het geld voor die verduurzaming. Spreker Chris, nu spreek je daar met een ontwerpfout. Nou, die zegt van dat komt de VVD eigenlijk ook op terug. In principe blijkt bij spreken nadien dat bij spreken willen we dus tot een optimaal resultaat komen, dat je dus een 22.500 euro meer nodig hebt. En dat is ook met name de vraag die bij u als raad voor ligt. Dus procedureel gezien, had je nu alles van tevoren geweten, dan had je met name daar aan de voorkant toch meer aandacht aan moeten besteden. Maar let wel, die 120.000 was over, maar achteraf bleek dus 22.500 tekort. Daarmee hoop ik dus ook de vraag van de VVD te hebben beantwoord. Duurzaamheidslening van de provincie in de zaak onze eigen duurzaamheidslening. De duurzaamheidslening zoals die gesteld wordt door de provincie is net eind vorige week bekendgemaakt. Precies de ins en outs moeten we gaan bekijken. Dus daar kan ik geen oordeel over geven. Dan had gemeentebelang nog een vraag over dus het gebeuren van de isolatiecampagne. En ik wil meneer Hof vragen, zou u nog één keer willen zeggen wat u graag van mij wilt weten? Nou, in de aangepaste notitie, daar wordt vermeld dat de isolatiecampagne opgezet is met de Vechtwalgemeenten. En dat dat nauw gecommuniceerd is met de duurzame dorpen. En dat de duurzame dorpen dat ook allemaal die aanpak onderschrijven. En met betrekking tot de projectorganisatie en de rol van die duurzame dorpen zou ik wel iets meer uitleg willen. Want ja, volgens mij klopt dat niet. U vraagt echt naar de structuur van de organisatie? Exact, want en de correctheid van de aanpassing van de notitie. Want we hadden een vraag gesteld van hoe werkt dat dan met die isolatiecampagne? En voor zover wij het hebben kunnen beoordelen, en met wij bedoel ik dan vanuit Duurzaam Hoornhorst, zit hier een BV vanuit Haarlem achter. En Duurzaam Hoornhorst weet ik ook dat die niet in die campagne meedraaien. En de suggestie wordt nu gewekt alsof alle duurzame dorpen meedraaien. Oké, dan is het helder, denk ik. Hè? Nu de vraag, of niet? Het is zo, dit project is in samenwerking met de provincie Overijssel. De gemeente Hardenberg heeft daar het voortouw in genomen. De gemeente Hardenberg heeft in het project gevraagd of de gemeente Ommen en de gemeente Dalfsen daarin mee wilden liften. Dat was ook een voorwaarde van de provincie. En aangezien wij spreken dit voor de gemeente, of dat een kostneutraal gebeuren is, gemeente geen extra geld kost, heeft de gemeente bij spreken naar rijberaad besloten om hier mee te doen. Wat wel bekend is nu is dat winst uit je woning heeft zich inmiddels al bewezen en uitgetest bij andere gemeenten. En dat is onder andere in Diemen en Groningen en Leeuwarden en Zaanstad is het inmiddels gebeurd. Maar daarnaast is het ook zo van dat de bedrijven die dus dit gaan uitvoeren straks, die zullen dus moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en kwaliteitseisen. En die kwaliteitseisen en dergelijke staan ook op de website. Ik weet dat er overleg is geweest met de duurzame dorpen. In ieder geval waarvan Honost heeft gezegd van nou, wij kunnen niet helemaal achter deze actie staan, dus wij willen onze naam daar niet aan verbinden. En zo is ook de naam van duurzaamheid, duurzaam de Honhorst, niet vermeld op de begeleidende brief die uitgegaan is naar de inwoners van de gemeente Dalfsen.
Dus we bevestigen hiermee de conclusie van, of de vraag, laten we het niet een vraag noemen, maar de stelling van de heer Hof, dat niet alle duurzame dorpen actief mee participeren in dit traject. In ieder geval Woonhofs niet. En u zegt, dat heb ik ook zo gecommuniceerd. Ja, alleen in de notitie, met ons is dat niet zo gecommuniceerd, en in de notitie staat, de campagne is afgestemd met de duurzame dorpen. Of u zou moeten zeggen dat Woonhofs geen duurzaam dorp is, dan zou dat nog kunnen. Hun logo's staan ook op de brief. De aanbrengpremie van €50 per geïsoleerde woning voor de duurzame dorpen is voor hen een stimulans om te proberen huiseigenaren via een 1-op-1 benadering in hun dorp mee te krijgen. Zie ook punt 2.3, de duurzame dorpen krijgen van de gemeente promotiemateriaal en actiesuggesties. En dan zou ik daar toch wel graag een nuancering in zien, omdat wij vanuit, en dan praat ik toch even als wij, maar Duurzaam Woonhofs aangegeven heeft, zich niet erg prettig te voelen bij het feit dat dit voor een commercieel bedrijf als een soort huis-en-huisactie ingezet wordt. Dus dan wil ik het er toch bij laten dat ik hier graag een opmerking over maak en dat ik dat wat in de notitie, dat ik dat graag genuanceerd zie. Ben ik er wel tevreden mee. Ik zou hem zo ook dan geconstateerd willen hebben. We constateren hier dat als er gesproken wordt over de duurzame dorpen, dat exclusief Woonhofs is. Als de notitie op dat punt moet worden aangepast, lijkt me prima. Ik vind het zelf wel ingewikkeld, meneer Hof, dat u spreekt namens Woonhofs hier. U spreekt echt namens uw fractie. Ik snap de verwarring, mijn excuses daarvoor. Nou, dat is geen verwarring. Ik vraag gewoon precisie. Dus u spreekt namens de fractie, dus u vraagt dit ook namens de fractie en namens de fractie. En de fractie wil ook graag dat u daarop reageert, wethouder. Dus punt is, mogen we de notitie lezen en overal waar staat duurzame dorpen exclusief Woonhofs. Vindt u dat goed? Dat is ook gezien hoe het de werkelijke situatie is. En ik begrijp, meneer Hof, dat u verder het prima verhaal vindt. Of in ieder geval daarmee instemt. Als dit bijdraagt om de bestaande gebouwen versneld te isoleren, dan juichen wij dat altijd toe. Oké. Voorzitter, ik was er niet helemaal klaar met de beantwoording. Dat is aangaande dus de vragen die gesteld zijn. En mijn collega Van Leeuw wil graag nog een aanvulling geven op de sigarijfabriek. Ja, voorzitter. Op verzoek van de raad, en dat waren technische vragen, daar wil ik de heer Schuring even op wijzen. Hebben wij een bijlage gemaakt over volgtijdelijkheid van de raadsbesluiten. En dan is dat ook gelijk even, want ik voel me als projectleider aangesproken. Als er woorden komen als niet duurzaam en een ontwerpfout, dat is nogal wat. In maart 2015 is er €850.000 beschikbaar gesteld voor de sigarijfabriek. Daar waren geen extra duurzaamheidsmaatregelen op dat moment voorzien, gewoon conform bouwbesluit. Bij dat besluit is er wel aandacht gevraagd voor extra maatregelen op het gebied van verduurzamen. De motie van de Raad in 2015 met het verzoek tot verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en vervolgens het raadsbesluit met de beschikbaarstelling van die 120 voor Witte Villa en Sigorij, dat is niet alleen Sigorij. Witte Villa zit een heel nieuw dak op. Het gebouw is volledig geïsoleerd. Hebben wij gemeend dat we in elk geval extra maatregelen hebben kunnen treffen? Nou, zijn we er bijna. Het is nog één extra stapje. Als we nog een aantal extra zonnepanelen op de sigarijfabriek kunnen leggen, dan maken we het nou net even af. En dat is wat we u vragen, u voorleggen. Is het niet duurzaam? Nee, het is juist een zeer duurzaam ontwerp. Is er een ontwerpfout gemaakt? Nou, die is er in mijn ogen absoluut niet gemaakt. En de besluiten zijn echt genomen voor die duurzaamheidsmotie en voor het beschikbaar stellen van het krediet. Dus wel alsjeblieft graag die volgordelijkheid in de gaten houden. Voorzitter, mag ik daar een verduidelijkende vraag op? Jazeker, meneer Schuren, u mag dat. Ik zag ook de heer Nijburg naar de microfoon grijpen, klopt dat? Ja, dan krijgt u onmiddellijk daarna het woord. Meneer Schuren. Nou, eigenlijk was mijn vraag meer dat op het moment dat het besluit genomen werd om de verduurzamingsactie in gang te zetten, hè, met het budget van die €120.000, dat moment dat dat besluit genomen werd, was er toen bekend dat het een niet optimale
verduurzaming ging zijn. Want ik heb begrepen dat, dat we die 22.000 euro extra nodig hebben om de verduurzaming die in gang gezet is te optimaliseren. Hij zou suboptimaal zijn. We hebben die panelen extra nodig. Helder vraag. Meneer Nijburg. Ja, voorzitter. Dan blijven wij toch wel een beetje vinden dat, als je naar de hele geschiedenis kijkt, en ik snap de wethouder wel hoe hij dat uitlegt, maar dat er toch sprake is van een ontwerpfout. Dat we gewoon niet ver genoeg zijn gegaan en niet goed hebben gekeken naar hoe pak je dan zoiets aan. En ik vind het echt onverkoopbaar naar de burger om een gebouw neer te zetten, wat in feite een nieuwbouw is, waar je gas gaat stoken en gas gaat koken. En daar kun je op een gegeven moment van alles van zeggen en zeggen, dit is nou het voorbeeld van een verduurzaamd gebouw in de gemeente Delfzijl. Dat is ons paradepaasje. Daar kom je binnen en daar zie je een display en zoveel gas hebben verstoken, zoveel energie hebben opgewekt. Ja, ik vind het onvoorkombaar en ik vind dus daarom de koppeling op dit moment niet een goede. En ik heb geprobeerd het duidelijk te maken en daar blijven we ook meneer, staan. Meneer Nijburg, ik bedoel het echt heel aardig hoor, heel vriendelijk, maar u bent wel een beetje in de opinierende fase terechtgekomen en we zaten nog in de informerende. Ik zei al, ik heb een betoog opgebouwd iets anders dat iets anders is dan normaal. Ja, oké. Okay. Maar goed, uw punt is in ieder geval helder. Ik geef de wethouder nog een keer de gelegenheid om te reageren op beide vragen. Is het optimaal? En uw vraag is eigenlijk, is het niet een beetje, zou je niet meer ambitie al in het begin in je planvorming ook financieel naar voren moeten hebben gebracht? Dat zijn de twee vragen, denk ik. Wethouder, ik denk van Leeuwen. Ik interpreteer ze allebei als eigenlijk dezelfde vraag. Want bij de heer Schuring zeg ik ja, daar heeft u gelijk in. Maar dat is altijd, in de veehouderij zeggen ze achteraf kijken een koe in de kont. Achteraf hadden we dat waarschijnlijk beter kunnen doen. Ben ik met u eens. In de ontwerpfase. En ja, u noemt het een ontwerpfout. Die gun ik u. Het had beter gekund en beter gemoeten. Maar wat bedoelt u precies met de koppeling? Nou, eerst even nog voordat we naar de koppeling gaan. U vraagt ook, staat er nou dadelijk een fatsoenlijk gebouw waar je een beetje trots op mag zijn wat betreft duurzaamheid? Dat is ook de vraag die u stelt. Absoluut. Nou, dat is een duidelijk antwoord. Zullen we dan nu naar de koppeling gaan? Wat bedoelt u met de koppeling, meneer Nijburg? Nou, de motie, als we daar even naar teruggaan, in het kader van verduurzame gebouwen, gaat om verduurzaming van bestaande gemeentelijke gebouwen. Het gaat hier om nieuwbouw, dat hebben we net geconstateerd, heeft de wethouder ook aangegeven. Dus die koppeling, kijk, als we kijken naar het voorstel, dan kun je kennis nemen van de notitie verduurzaming gebouwen. Nou, dat kun je gewoon doen. Maar 2 en 3, daar kunnen wij gewoon niet mee instemmen. En we kunnen wel instemmen met het beschikbaar stellen van de lening. Dus daar zien wij een koppeling. Dat we zeggen aan de ene kant, ja, delen van wat hier ligt voldoet aan die motie. Dat is wat we voor ogen hebben gehad. En een deel voldoet totaal niet aan die motie. En dat hebben we helemaal niet voor ogen gehad. Daar voel ik me in een spagaat. Voelen wij ons in een spagaat zitten. En dat is het probleem met die koppeling. Het is eigenlijk een soort koppelverkoop. Alleen ik vind dat een negatief woord, maar zo kijken wij naar. Ik ga even kijken of ik u begrijp. Want breng hem even in beeld, griffier, als u wilt. Wat u eigenlijk zegt, is dat u de elementen in het besluit betrekking hebben op de chicorijfabriek, daar bent u op tegen. En de andere elementen bent u op voor. Dat is wat u zegt? Oké. Dat is wat wij zeggen. En doet u nu, want ik leg de dingen in uw mond, dat is misschien niet goed, maar zegt u dan ook, eigenlijk zou ik die koppeling in dit besluit niet willen hebben, ik zou het uit elkaar getrokken willen hebben? Als het uit elkaar getrokken wordt, in ieder geval, dan kunnen we instemmen met kennis nemen van die notitie en instemmen met het beschikbaar stellen van een lening. Dus dat is 1, 4 en 5. En 5 voor zover dat van toepassing is op 4. Tuurlijk, maar dat wist hij dan. Oké. Ik zit even na te denken. Hoe kijken anderen daar tegenaan? Ik zit ook niet in de ronde van.
Mag ik voordat we dit hier, voordat ik dit als een mondeling amendement beschouw, mag ik van u eerst even de opinierende ronde doen en dan kunnen we dan het net ophalen en kijken hoe de situatie is. Ik begrijp uw punt in ieder geval inhoudelijk wel. U heeft het juist geformuleerd. Het enige wat we nog vinden is dat kies dan een ander voorbeeld, dat hebben we in de commissie ook al gezegd, van een gemeentelijk gebouw, bijvoorbeeld gemeentewerf, maar je kunt ook iets anders bedenken. Dat je dan zegt, nou dat nemen we nou als voorbeeld van een duurzaam bestaand gebouw. Dat zouden we wel op prijs stellen. Goed, maar dat krijg ik niet meer in het besluit gefietst. Wethouder van Leeuwen. Ja, en daar hebben we in de commissie het ook al even over gehad. Het is de bedoeling dat u in dit najaar een voorstel krijgt over de gemeentewerf. En daarin zullen we zeker de duurzaamheidsaspecten absoluut meenemen. En als u dat een geschikter gebouw vindt om aan te wijzen, prima. Maar dan zou ik nog iets anders willen voorstellen aan u, als dat mag, voorzitter. Namelijk dat u niet instemt met besluit punt 2. Het aanwijzen van de Sigorij als voorbeeld van een gemeentelijk gebouw. Maar dat u alstublieft wel instemt met 3. Om dat extra geld beschikbaar te stellen. Dat zou ik dan vragen. Wilt u dat ook kort toelichten voordat ik weer u terugdruk in de positie waarin u thuis hoort te zitten? Namelijk ja, als degene die dat geen voorstellen. Nee, dat is duidelijk. Maar kijk, ik proef een weerstand om de Sigorijfabriek als voorbeeld van een duurzaam gemeentelijk gebouw, om dat te besluiten. Nou, besluit dat dan niet. Laten we dat dan komend najaar doen voor de gemeentewerf. Maar ik zou het zonde vinden als je nou die 22.000 euro niet beschikbaar zou stellen. En dat pleidooi heeft de heer Rooijakkers veel beter gedaan dan wie dat ook zou kunnen. Om nu deze kans te missen. Dat zou ik echt heel zonde vinden. Dat is een prachtig pleidooi en nu ga ik terug naar de raad, denk ik. Voorzitter, mag ik daar direct op aanhaken? Ja, maar dan maak ik gewoon. Vindt u het goed dat ik dan ook echt de opinierende fase inga? Want daar zijn we echt mee bezig volgens mij. Dus als u aanhaakt en onmiddellijk uw opinie doet, dan maak ik gewoon een rondje. Vindt u dat goed? Meneer Schuring. Nou, en dan hoop ik ook op uw opinie. Ja, deze. Nou ja, aansluitend. Hè, die 22, die is dus nodig om het te optimaliseren. Om er een goed duurzaam pand van te maken. Ik zou dan wel als tegenvoorstel de inspanningsverplichting van het college willen vragen om de onderhandeling eventjes op dat vlak opnieuw te beginnen en te kijken of daar niet wat ruimte in zit. We hebben het met de blauwe en de rode stoelen gezien, dat daar nog wel eens wat ruimte ontstaat. En hier hebben we opeens een extra post. Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat ook de ondernemer misschien al wel wat toezeggingen heeft gedaan over de optimalisatie daarvan. En ja, er wordt nu alleen een rekening extra gepresenteerd. Dus ik zou eigenlijk die inspanningsverplichting er wel bij vragen. En onder die voorwaarden, in combinatie met, nou, er werd net erkend dat het een soort weeffoutje is die eigenlijk niet zo gelukkig was, te voorkomen dat we die nog een keer hier tegenaan lopen. Maar verder kan ik daarmee akkoord gaan. Oké, u kunt ermee, maar ik wil even, want het is van belang dat we het goed scherp krijgen met elkaar, goed spits krijgen. U zegt ik kan ermee akkoord gaan, maar u wilt dat de wethouder nog een keer zijn stinkende best doet vanavond aan de telefoon en morgen anderszins, om te kijken of er nog een paar duizend euro af kan krijgen. Maar u stelt niet als voorwaarde dat een resultaat oplevert, want dan moet ik terugkomen met een raadsbesluit. En dat heeft geen zin, denk ik. Maar zo is het, dat is de toezegging die u wilt. En u wilt half om half, en ik begrijp het. U bent ambitieus. Oké, dat is een helder punt. Meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Wat mij betreft valt er niet zo heel veel meer over te zeggen. In de commissievergadering is al zo'n beetje alles hierover gezegd. En op het punt van verduurzaming zijn we het volgens mij ook wel eens een beetje eens. Voor zover er al discussie over dit onderwerp is, spitst zich dat toe op het onderdeel verduurzaming van de Sigorijfabriek, als voorbeeld van de verduurzaming van een gemeentelijk gebouw. En dat dan in combinatie met de financiering van het toekomstig theater, de stoomfabriek. Wat er onderdeel van uit gaat maken. En ik verwoord het wat omzichtig, omdat ik gemerkt heb dat het nogal wat gevoelig ligt. Bij het college, als ik dat niet helemaal precies doe. En wat voor je het weet, wordt mij opnieuw verweten dat ik iets verkeerd zeg. En dat was de vorige keer ten onrechte over, dat zeg ik er gelijk maar even bij. De essentie van mijn opmerking toen werd overigens heel goed begrepen. En dat verklaart ook mijn ogen wel goed deels de reactie van de wethouder.
Dus veel meer dan dat ga ik er ook niet over zeggen. Ik wil nog wel een opmerking maken in de richting van D66. Is er niet op dit moment, maar toch. Hij kijkt ongetwijfeld de opname misschien er nog even op na. Want hij deed een oproep, meneer Royakkers deed de oproep om vooral niet te principieel te zijn. En daar ben ik in principe wel met hem eens. Maar ja, in dit huis moet je soms je principe uitspreken. Daar zitten we hier namelijk voor. En het ging mij hier om een grens. Een grens die al dan niet wordt overschreden. En als Partij van de Arbeid waren we dat en zijn we dat niet van plan. Ook al gaat het maar om een relatief klein bedrag. Want in deze raad zijn principiële besluiten genomen over kleinere bedragen. Besluiten waar wij soms erg verdrietig van werden. En om dan nu te zeggen, ach, waar gaat het over? Dat ging ons net even iets te snel. Overigens behoud ik me graag het recht voor om de heer Royakkers in de toekomst nog eens aan deze uitspraak te herinneren. Kortom, we kunnen instemmen met het voorstel 1, 4 en 5. 5 dan even met de kanttekening dat die begrotingswijziging maar gedeeltelijk zou moeten. Dus dat ligt helemaal in lijn met datgene wat de ChristenUnie eigenlijk ook daarover zegt. En 2 en 3 niet. Mocht dat eventueel een amendement opleveren, prima. Daar gaan we daar graag in mee. Ik zit naar een verrassende. Ik geloof ongeveer dat ik weet hoe het afloopt. Meneer Lochtenberg, senior. Dank u, voorzitter. Even een paar punten. Even. Naar aanleiding van de discussie over die voorbeeldfunctie, dat was inderdaad even terugkomend op een opmerking die ook een hint die de andere wethouder al. Deed de vorige keer bij behandeling in commissie. Wellicht was het niet zo handig van deze raad om die motie een voorbeeldfunctie te vragen van een gemeentelijk gebouw. Goed. Voldoende daarover gezegd. Met betrekking tot de uitwerking van die motie. Dat betreft punt 1 van het voorstel. Is van ons gewoon een van de belangrijkste punten in dit agendapunt. En zoals gezegd vinden wij dat die uitwerking onvoldoende tegemoet komt aan de intentie van de motie. Gelukkig kunnen we constateren dat de notitie na de commissiebehandeling op een aantal punten is aangepast. En aangevuld. En zo wordt woningcorporatie De Veste extra aangespoord. En onze suggestie voor de inzet van de buurtwerken wordt inmiddels ook door de wethouder omarmd. Mooi. Wij zien het meetrekken van onze inwoners met een kleine beurs in het proces van verduurzaming als cruciaal voor het welslagen van deze operatie. Mensen moeten echt worden aangeduwd en onder de arm worden genomen. Ik wil graag onderstrepen dat wij het zien als een buurtwerken in dienst van de gemeente. Die kan betaald worden uit het beschikbare budget voor het verduurzaming van de bestaande bouw. Kom ik zo op terug. Die buurtwerken kan dan worden ingezet door de duurzame dorpen als een soort kattrekker bij hun acties. Om mensen tot woningverduurzaming aan te zetten. Die nieuwe provinciale lening, die inderdaad zo nieuw is dat de meeste amper zullen kennen nog, maar die biedt perspectief. Daar kunnen onze inwoners straks terecht. Ons budget kunnen wij dan echt gebruiken voor het meetrekken van die woningen. Eigendom van mensen met een kleine beurs. En daar past die buurtwerker gewoon in. Dus hij hoeft er denk ik niet uit. Juist omdat we al buiten de begroting van dit budget gehouden worden. Juist omdat de provinciale duurzaamheidslening er weer aankomt. Even over het regionale isolatieproject. Wij ondersteunen het pleidooi van gemeentebelangen over de kwaliteitseisen die je zou moeten stellen aan de uit te voeren werkzaamheden. Ik vraag de wethouder, ik wil het echt onderstrepen of ondersteunen om daar hier nog eens heel goed naar te kijken. Die extra 22.000 benodigd voor de zonnepanelen op de sigarijfabriek heeft ons onaangenaam verrast. Wij vinden dat het onderdeel van een gedegen plan behoort te zijn. En op zich zijn we helemaal niet tegen verdere verduurzaming, maar je kunt niet oneindig bijplussen uit de pocket van onze inwoners als we iets nieuws bedenken bij gemeentelijke gebouwen. Het liefst zien we dat de gebruikers zelf zo'n snel terugverdienende investering zelfstandig in de markt financieren. De voorgestelde oplossing echter om de meer investering terug te verdienen uit een huurverhoging, die vinden we wel creatief. En is voor ons wel reden om het voorstel in ieder geval niet te blokkeren. Dus op, daar kunnen we wel de inbreng van ChristenUnie ondersteunen. Op punt 2 naar, want het is wel echt ongelukkig om dat als voorbeeld te noemen, de sigarijfabriek, kunnen we met de rest van de punten akkoord gaan. Meneer Hof. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij hadden ons tijdens de commissievergadering al duidelijk uitgesproken hoe we hier tegenaan keken. Dat blijft voor ons ook onveranderd.
Ik wil nog wel benadrukken dat wij de sigarijfabriek Witte Villa best een goed gemeentelijk gebouw vinden om daar een voorbeeldfunctie van te zijn. En dat heeft dan nog niet zozeer te maken met de technische maatregelen. Daar verdienen we zeker niet de schoonheidsprijs mee. Dat wordt ook erkend door de heer Van Leeuwen. Maar het is een prominent gebouw in het waterfront, wat veel bezoekers trekt, wat aandacht vraagt. En waarmee je ook mensen vertrouwd kan maken, bewust kan maken. En het heeft wel degelijk een goede functie op een zichtlocatie wat veel bezoekers trekt. Dus wat ons betreft is dat toch wel een goede keuze. En we juichen het natuurlijk toe als straks de aanpassingen van de nieuwe gemeentewerf als vanzelfsprekend tot op een hoogwaardige verduurzaming leiden. Wij kunnen instemmen met het volledige voorstel. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijburg, u nog, want ik had u juist net een beetje onderbroken. Dus misschien wil ik u nog even de ruimte geven, graag. Nou ja, voorzitter. Ik zat al een beetje in het vuur van het hele verhaal, waarbij wij de moeite houden met punten 2 en 3. Kijk, wij zouden kunnen leven als je een ander gebouw aanwijst als voorbeeldgebouw. Want dan voldoet dat aan zowel de motie als aan, denk ik, de strekking van de discussie die we hebben. Maar we houden moeite met het verduurzamen van de sigarijfabriek voor dit bedrag, omdat je daarmee nog steeds niet optimaal bezig bent. En ja, ontwerpfout is dan misschien een niet heel erg prettig woord, maar wij blijven er toch een ontwerpfout vinden, waarbij je eigenlijk steeds weer wat bijplust, toevoegt aan een gebouw, ja, waar we misschien niet goed genoeg over hebben nagedacht en waar wij als ChristenUnie altijd al enige moeite mee hebben gehad. En dat is niet vanwege de culturele aard, maar vanwege de manier waarop de zaak tot stand is gekomen. Dus wij vallen, punt 2 en 3 valt voor ons toch nog af. We kunnen instemmen met dat revolverend fonds. We hebben kennis genomen van de notitie en we zien daar ook heel veel goede punten in. Alleen de discussie wordt vertroebeld door dit gebouw prominent ertussen te zetten. Dank u wel. Vindt u het goed dat ik de vergadering even 1 minuut schors om samen met de griffier even te overleggen? Ja, wethouder, u wilt toch nog graag even reageren? Prima. En daarna wou ik even schorsen, als u het goed vindt. Ja, want ik kreeg een oproep van de heer Schuring en die toezegging wil ik u graag doen. Dank u wel. Dan schors ik de vergadering echt voor 1-2 minuten. Blijf lekker in de zaal. Ik moet gewoon even kijken of ik alles goed begrepen heb. Dank u wel. Ik schors de vergadering. Dames en heren. Ja, maar ik geef jou wel een momentje, maar ik ga het alvast vertellen. Ik snap het punt van de ChristenUnie heel erg goed. En ik had het punt al bij de vorige bijeenkomst bij de Partij van de Arbeid geproefd. En wat u eigenlijk zegt is, ik zou wel voor het beleid willen stemmen en voor het revolverend fonds. Maar ik wil niet voor het aanwijzen van de sigarijfabriek en het krediet stemmen. Dus ik ga u nu het volgende voorstellen. Ik ga u het volgende vragen. Want ik vind het ook jammer als iets wordt afgewezen terwijl eigenlijk iedereen ervoor is. Ik weet niet of u dat met me eens bent. Dat op een of andere manier voelt dat niet goed. Dus als dadelijk de oorspronkelijke. Als u even de oorspronkelijke beslisregels voorstel voor u neemt in uw scherm. En de griffier en ik, wij. Ik maak hem gewoon mee verantwoordelijk. De griffier en ik stellen eigenlijk het volgende voor in de besluitvorming. Het eerste wat wij voor zouden willen leggen aan u is een voorstel met beslisregel 1, kennis te nemen van de notitie voor duurzaam gebouwen. Beslisregel 4, in te stemmen met het beschikbaar stellen van een lening. En beslisregel 5, begrotingswijze conform vast te stellen. Dat is het eerste voorstel wat we zouden doen aan u. In de wetenschap, eerlijk gezegd, gehoord hebbende de discussie, dat velen van u daarmee zouden kunnen instemmen. Mogelijkerwijze allemaal. Het tweede voorstel wat we dan zouden doen, want we moeten wel alle beslisregels in stemming brengen. Het tweede voorstel, goed gehoord hebbende het CDA, is dat we apart beslisregel 3 in stemming zouden willen brengen voor het verder gaan verduurzamen van de sigarijfabriek 22.000 enzovoorts beschikbaar te stellen.
En als laatste voorstel, apart, het voorstel in te stemmen met aanwijzing van de ziekerijfabriek als voorbeeld om een gemeentelijk gebouw waar verduurzaming wordt enzovoorts enzovoorts te realiseren. En dat betekent dat u in staat bent om een stem uit te brengen op de verschillende beslisregels. Dat is een poging van ons om recht te doen aan de discussie. Voorzitter. Ja, meneer Nijburg. Ik heb het allemaal voor u gedaan, dus ik hoop wel dat u een beetje blij mee bent. Ik waardeer dat zeer. Ik vraag me alleen af of wij voorstel 3 zouden kunnen amenderen. Ja, als u er nog een late avond van wil maken, dan kan dat natuurlijk. U kunt altijd elk voorstel amenderen, meneer Nijburg. Zullen we die even vasthouden? Ik kijk even rond naar de andere. Meneer Lochtenberg, CD. Ik zou graag even een half minuutje schorsen. Vindt iedereen dat goed? Meneer Hof? Mag ik nog een tussenvraag stellen? Waarom combineert u het eerste de beslissing en de tweede niet tot 1? Besluitregel 1, 3, 4 en 5 en alleen 2 apart? Omdat ik juist zo'n groot hart heb richting de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Maar ja, als u als vergadering zegt dat moet u doen, dan gaan we dat doen. Maar dat was echt om de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid in staat te stellen om daarvoor te stemmen. Ik word overigens gestraft onmiddellijk met een amendement op 3, waar ze toch tegen gaan stemmen. Dus dat is verrassend. Maar goed, dat is de motivatie. Dus daar waar ik eenheid heb, zou ik het ook fijn vinden om die te kunnen laten zien. En als u ruzie maakt, doe het dan ook over een onderwerp waar je het niet met elkaar eens over bent. Zou mijn voorstel zijn. Ik schors even voor een minuut de vergadering. Ik zou graag de vergadering willen heropenen. En ik zou de leden van de vergadering willen vragen om te reflecteren op de gedachten van uw voorzitter. Ik begin met meneer Hof. Ik doe het even. Ik had het zoals ik gevraagd. Ja. En ik begin met meneer Hof als de grootste. Oké, voorzitter, bedankt. Ik reken op meneer Lochtenberg, maar dat geeft niet. Wij kunnen ons wel vinden in deze aanpak. Om 3 afzonderlijke voorstellen ter stemming te brengen. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, wij vinden het prima zo. Het is even verwarrend. Hè. Even oppassen van waar is het nieuwe voorstel 2 bijvoorbeeld is niet de oude regel 2. Hè. Dus even opletten waar je nou voor stemt. Wij willen eigenlijk voordat de stemming aanvangt even een stemverklaring afleggen. En dat heeft te maken met dat wij eigenlijk vinden dat, dat is dus jouw regel 2. Waarom willen we die niet steunen? Het is een nieuw gebouw. De motie vraagt om een bestaand gebouw. Maak daar nou een duidelijk voorbeeld van. Dat is het niet. Het is een nieuw gebouw en als nieuw gebouw is het geen echt extreem voorbeeld van duurzaamheid, omdat er nogal wat op aan te merken is. Dat gezegd hebbende, breng maar in stemming met ons betreft. Meneer Nijburg. Nou ja, zoals al aangekondigd, voorzitter, zouden wij voorstel 3 willen amenderen in positieve zin door een ander gebouw daar te noemen. In dit geval de gemeentewerf. Dan kunnen we met voorstel 3 leven, maar met voorstel 2 blijft voor ons een problematisch voorstel. Dat gaat niet om dat geld, maar dat gaat dus om het principe. Ja, de heer Wildvang heeft het ook al aangegeven. En daar kunnen wij niet mee leven. En dat heeft niet met het geld te maken, maar wel met het principe. En dan toch de toegegeven ontwerpfout, want daar komt het op neer. Dank u wel. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Nou ja, ik kan met het voorstel zoals het er staat wel leven. Alleen met het voorstel in 2 en 3 zullen wij dan niet in meegaan, maar dat had u zelf al begrepen. Meneer Schuring, VVD. Ja, die twee voorstel 2 en 3 los van elkaar koppelen, dat geeft dan wel automatisch ook is insinuerend dat er inderdaad weer een nieuw voorbeeldpand gebouwd gaat worden, terwijl hier die 120 al ingestopt is. Dus er gaat een nieuwe budgetaanvraag komen. Dan moeten we onszelf wel goed beseffen. Dat zullen we merendeel niet erg vinden, maar dat moeten we ons wel beseffen, denk ik. Ik wou nog wel een kleine oproep doen, want en daar zit ik een beetje mee.
Als we die 22.000 euro, ik rond hem even af, maar die 22, want ik ga ervan uit dat er wel wat onderhandeld kan worden. Die 22.000 euro niet hierin gestopt wordt, dan hebben wij 120.000 euro betaald aan een verduurzaming die suboptimaal is. Niet anders. En daar zit ik wel een beetje mee. Zou het in de voorfase zijn en zou ik kunnen zeggen, ja, dan komt die 120.000 euro gewoon weer keurig netjes terug op de rekening en dan kunnen we inderdaad naar een ander pand gaan en daarmee aan de slag gaan. Dan snap ik hem. Maar ja, misschien niet handig, maar hij is al uitgegeven. Oké. Meneer Schuring, uw punt is helder. Laten we ook gewoon de stemming afwachten. Ik vraag aan de wethouder hier, en ik weet niet precies welke, er ligt een mondeling amendement van de ChristenUnie en dat is namelijk om chicorijfabriek te vervangen door gemeentewerf. Zou u daarop willen reageren? Nou, wij als gemeente gaan dus de gemeentewerven renoveren. En wat dat betreft, als de meerderheid van de raad, de raad heeft aangegeven dat die gemeentelijke gebouwen moeten gaan verduurzamen. Dus er zal ook een voorstel op tafel komen, met name in die trant, voor de gemeentewerf. Ja, maar ik wil hem preciezer. Het voorbeeldgebouw van de verduurzaming moet de gemeentewerf worden. Dat is het voorstel van de heer Nijburg. Niet, gaat u er een keer naar kijken, maar hij wil die beslissing nu nemen. Nou. En wordt dat ondersteund? Nee, wat de heer Nijburg wil, is die 22.000 euro beschikbaar stellen voor de gemeentewerf. Sorry, neem me niet kwalijk. Dat is niet waar het om gaat. Even de beslispunten terug. Heren, het gaat nu echt om de precisie, want ik moet hem niet terugkrijgen straks. Het is een apart voorstel om nu in te stemmen met het aanwijzen van, en dat is het amendement, de gemeentewerf als voorbeeld van een gemeentelijk gebouw waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd. Dat is het voorstel, het mondeling amendement van de ChristenUnie. En daarvan zou ik willen weten of u zegt dat ondersteun ik of dat vind ik niet zo'n verstandige gedachte. Het staat dus los van de andere beslisregels. Kijk, het is van als de hele discussie nou eens terugvalt. Kijk, het gaat om een voorbeeldfunctie. Nou, er komen geen burgers bij onze gemeentewerf. In hoeverre kun je dat exploiteren als een voorbeeldfunctie? Want je wilt ook hebben dat als mensen naartoe gaan, dat ze inspiratie opdoen, dat ze dingen zien. En dat krijg je niet bij de gemeentewerf. Dat is een spagaat waar ik zeer zeker mis. Oké, volgens mij is dat helder. De wethouder ontraadt het. Zo val ik het samen. Mag ik de conclusie doen? Ik wou echt langzaam maar zeker naar de stemming toe gaan, want ik heb het echt mooi uitgesplitst allemaal. En meneer Hof, ik geef u nog wel echt wel de gelegenheid hoor. En dat wil ik ook anderen nog wel doen. Maar daarna zou ik ook graag de zaak willen afronden, als dat mag. Eerst meneer Hof. Nou, ik vind dat elk gebouw wat we als gemeente hebben een voorbeeldfunctie zou moeten zijn. Maar ik blijf er toch bij dat de gemeentewerf onvoldoende publiek trekt. En natuurlijk is de routing hier naartoe misschien niet ideaal geweest. Maar wij zouden er toch voor willen pleiten om die chicorijfabriek en de Witte Villa echt als voorbeeld ook uit te stralen. Meneer Lochtenberg. Ja, ik denk dat we wel gewoon even mogen reageren op het amendement wanneer gebracht is. We hebben niet voor niks, zijn we niet voor die voor het derde voorstel. De chicorijfabriek vinden wij, dat moet iedereen wel vinden wat hij wil. Stem je maar voor of niet. Wij vinden het te prematuur om nu al, zonder dat we de consequenties weten, wat het ons gaat kosten, wat de implicaties zijn van een besluit, van om nu al te zeggen van dat wordt ons nationale voorbeeld, de opwaardering van de gemeentewerf. Om daar nu mee in te stemmen, we willen de wethouder vragen om daarvoor dat onderdeel met een nieuw voorstel te komen. Anderen nog? Meneer Wildvank? Ja, ik sluit me graag bij de heer Lochtenberg aan. Ik snap de gedachte wel, maar we moeten wel iets meer weten wat de consequenties zijn van het voorstel wat u doet. Dus in wezen ligt de motie dan nog gewoon op tafel dat er een voorstel moet komen voor een gemeentelijk gebouw dat als voorbeeld kan dienen. Nou, ik denk dat het college dat maar even naar zich toe moet halen om daar met een voorstel te komen. En dat we nu niet daar hals over kop een nieuw gebouw in zetten. Voorzitter, wij sluiten daarbij aan, want ik denk dat het een goed voorstel is. Oké, dan trekt u het mondeling amendement in. Oké, prima. En meneer Wildvank, wilt u de stemming even afwachten?
voordat u de conclusie trekt met betrekking tot de uitkomst van beslisregel 3. Dus het is gewoon toch een beetje beleefd om dat even te doen. Ik sluit niet uit dat u gelijk heeft, hoor, maar laten we het afwachten. U trekt hem in, mondeling amendement. Zullen we eens een keer kijken of we de besluiten kunnen gaan doen? Dan doe ik dat dus ook echt stuk voor stuk, waarbij ik begin. Ja, dus ze zijn ontkoppeld, dus ik kan ze gewoon in willekeurige volgorde doen. Maar ik begin even met voorstel 1, als u dat goed vindt. Gaat het om voorstel 1, kennis te nemen van de notitie, 9-1 zou ik bijna kunnen zeggen, hè? Kennis te nemen van de notitie voor duurzame gebouwen. Ten tweede, in te stemmen met het beschikbaar stellen van een lening van €250.000 en de SVN voor een revolverend fonds ter bevordering van de energie-neutraal renoveren en verduurzamen van de bestaande bouw. En drie, de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Wie is daarvoor? En dat is met algemene stemmen aangenomen. Dan voorstel 2. Voor het verdergaand verduurzamen van de chicorijfabriek €22.203 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve reeds bestemd. Wie is daarvoor? Dat zijn de leden van gemeentebelangen, van het CDA en van de VVD. En daarmee is ook dat voorstel aangenomen. En dan tot slot 9-3. In te stemmen met het aanwijzen van de chicorijfabriek als voorbeeld van een gemeentelijk gebouw. Waarbij verduurzaming wordt gerealiseerd om meer praktijkervaring op te doen als gemeente. En om als voorbeeld te dienen voor bedrijven en particulieren. Daarvoor zijn de leden van gemeentebelangen en de VVD. Daartegen zijn de overige leden. Dan staken de stemmen. En dat betekent dat dit punt, als ik het goed heb, want ik heb het nog niet helemaal meegemaakt, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. Dan wordt er overigens, voor degene die denkt dat dat nog eens een keer best leuk kan worden, ik hoor van de griffier, er mag alleen maar gestemd worden, geen beraadslagingen meer. Tenzij de raad anders besluit. Ja, uiteraard, tenzij de raad anders besluit. Dat vind ik dan weer zo jammer dat je dat erachteraan zegt. Maar dat is dan wel het vertrekpunt. En daarmee is agenda punt 9 op een hele bijzondere wijze voorlopig, moet ik ook nog zeggen, tot een einde gekomen. Naar punt 10. Ik weet niet hoe u het vond, maar ik vond het wel mooi. Ik vond het echt wel mooi. Dank u wel voor de manier waarop. Agenda punt 10. Voorlopige jaarrekening 2015. Nou, er zijn allerlei toezeggingen gedaan. Nou, die zijn ook op de rest geplaatst. Er zijn technische vragen beantwoord. Raadsvoorstel is na de behandeling aangepast. We stellen nog steeds voor om het voorlopig resultaatbestemming vast te stellen en de jaarrekening voor het overgrote deel als behandeld te beschouwen. En het huidige overschot op programma 7 wordt nog niet, het gaat er ontstaan, maar het wordt nog niet aan de betreffende reserve toegevoegd, omdat dat gewoon nog niet definitief vaststelt. Vanwege de controle die nog moet plaatsvinden. En de andere besluitregels over reserves zijn in stand gelaten. De jaarrekening moet op enig moment nog definitief worden vastgesteld. Nou ja, u weet alles over de problematiek op dat punt. Dat is inclusief het sociaal domein. En zal ook verder formeel kennis genomen worden van het accountantsverslag. En ik wil de behandeling, ik moet u heel eerlijk zeggen, bij de voorbereiding hadden we geen idee hoe nu de vergadering zou verlopen, gezien toch de bijzondere situatie waarin we zitten en ook de aard van de discussie tijdens de commissie. Maar we hebben opgeschreven dat we het toch gewoon in twee rondes willen doen. Dus als u behoefte heeft aan informerende vragen, moet u dat nu ook vooral doen. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. We hebben één vraag nog over en dat betreft het oormerken van budgetten sociaal domein. De wethouder heeft gezegd van dat gaat plaatsvinden, maar hoe zien we dat nou terug in de stukken? Hoe gaan we dat technisch uitvoeren? Dat is één. Andere nog. Snel, meneer Wildvang sluit zich daarbij aan. Heb ik daarmee de vragen gehad? Kijk even rond. Welke wethouder moet ik het woord geven? Van Leeuwen in eerste instantie, denk ik, hè? Wij stellen ons voor dat dat gebeurt bij de eindbehandeling op 27 juni. En ik moet daarbij zeggen DV, want wij weten nog niet welk traject het gaat lopen. Maar dat zal dus bij de eindbehandeling van het sociaal domein, zullen die voorstellen tot u komen. En
Nou, nogmaals, we hopen dat op 27 juni voor elkaar te krijgen. Want dat zou betekenen dat we dan geen extra vergadering tijdens het reces hoeven in te zetten. Dan wel aan uw raad voor, dus laat ik het correct zeggen, wij doen niks. Wij stellen dan voor om een extra vergadering in te lassen. Maar daar gaat dat plaatsvinden. Dus dat betekent dat het oormerken gebeurt bij het vaststellen van die jaarrekening? Dat is een toezegging. Dat lijkt me, die is ook vrij duidelijk. Onder nog, mag ik naar de opinierende fase? Dat mag, geloof ik, hè? Wat gaan we doen? Meneer Klein-Koerkamp, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Jaarrekening 2015. In de commissievergadering heb ik onze opinie al gegeven, daarom nu een kort resume. In de eerste plaats complimenten aan de ambtelijke organisatie voor deze jaarrekening. Een goed leesbaar stuk met duidelijke uitleg. Ook een jaarrekening met een, zoals we gewend zijn, positief resultaat. Dat wil niet zeggen dat we rustig achterover kunnen leunen. Nee, we zullen alert moeten blijven op de ontwikkelingen die op ons afkomen en in het belang van onze burgers. Vooral de daling van het weerstandsvermogen, nog steeds erg positief, geeft aan dat we op onze qui vive moeten zijn en ook al door de stijging van het aantal risicovolle posten met meer dan 40%. Gezien bovengenoemde is het goed dat onze reserves door de boekingen die het college voorstelt weer op peil komen. Wij kunnen daarom ook instemmen met uw voorstel en zien met belangstelling de definitieve afsluiting van het sociale domein tegemoet. Dank u wel, voorzitter. U bedankt. Mevrouw Hamerman, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige keer in de commissievergadering inderdaad al de opinierende ronde gedaan. We hebben toen al gesproken over het proces dat niet helemaal gegaan is zoals we gehoopt hadden. Daar is in de planning en controle nog weer over gesproken, dus er is voldoende over gezegd. Ik ben blij te zien dat op 13 juni de voorzieningen in de kern al op de agenda staat. We hadden nog het punt de consultatiebureaus, maar daar komen we in de voorjaarsnota op terug. Het sterkdalende weerstandsvermogen, nou, daar moeten wij goed voor waken de komende periode, want hij daalt wel sterk. Verder wil ik het ambtelijk apparaat de complimenten in de situatie waarin zij dit verwerkt hebben uitbrengen. En wij kunnen ons verder vinden in het raadvoorstel en wachten de definitieve jaarrekening af. Dank u vriendelijk. Mag ik naar meneer Nijkamp, ChristenUnie? Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen nog bij deze laatste behandeling. Allereerst zien we het inderdaad wel als een belangrijk punt om een stevig evaluatiegesprek met de accountant te hebben. Dat hebben we ook in de commissie met elkaar al geconcludeerd. Dat is goed om te doen. Tweede punt is goed om te constateren dat er in de grondexploitatie positieve ontwikkelingen zitten. Tegelijk is er een aanzienlijk risicobedrag aan de orde waar het gaat over mogelijke renteontwikkelingen. Dat heeft ook de accountant aangegeven. Dat gaat om substantiële bedragen, te meer ook omdat de grondpositie van Dalfsen fors te noemen is. In die zin zijn we wat minder gelukkig met het voorstel om dat nu uit de grondexploitatie over te hevelen naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Omdat vrij besteedbaar in die zin misschien iets wat te ruim geformuleerd is met het risico wat hier nog wel achter zit en wat niet meegecalculeerd is in het risicomodel wat is opgenomen in de jaarrekening. Derde punt betreft wat ons betreft het advies van de accountant om meer zicht te krijgen op de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen. Dat gaat om hele grote bedragen en je ziet dat het daardoor ook lastig, het is in die zin ook lastig om te volgen wat de jaarrekening is ten opzichte van de begroting, zelfs de bijgestelde begroting. Dat is uiteindelijk over het totaal heen gaat het over vele miljoenen verschuivingen en het is gewoon lastig om dat te traceren en daarmee ook goed te beoordelen. Dat was ook het advies van de accountant en hopen dat het college daar met een concreet voorstel komt zoals ze dat in de commissie heeft aangeduid. Vierde punt, we zijn blij met het overschot. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Gelet op de eerste bestuursrapportage. Dus laten we ook in die zin voorzichtig zijn. Wij zijn wel blij dat het gewoon positief uitpakt. Conclusie met de stemverklaring als het gaat over onze opmerking over de algemene reserve vrij besteedbaar vanuit de grondexploitatie. Zijn wij positief over deze jaarrekening. Maar de finale moet nog komen.
En we behouden ons het recht voor om, afhankelijk van wat daar tevoorschijn komt, nog van de hele jaarrekening iets te vinden. Dank u wel. Ja, dank u wel. Even formeel punt. U hoeft dat recht niet voor te behouden. Dat heeft u gewoon. Dat is volstrekt helder. Dat geldt voor iedereen, denk ik. Meneer Wildfrank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, de vorige keer heb ik mijn opmerkingen gemaakt over de jaarrekening. En met name op het punt van het overschot, waar wij wat anders tegenaan kijken dan sommige anderen. Nou, dat ga ik niet herhalen. Ik hecht er wel aan om dat punt van het oormerken van het budget op het sociaal domein, datgene wat daar mogelijk overblijft, om dat wel weer opnieuw binnen het sociale domein te oormerken. Maar goed, dat is een punt wat 27 juni aan de orde komt, dan gaan we ons daar opnieuw over buigen. Voor het overige stemmen wij graag in met de jaarrekening. Ziet er goed uit en wat ons betreft kan die afgehamerd worden zometeen. Dank u wel. En meneer Schuring? Dank voorzitter. Goede resultaten, houden zo. Afwachten programma 7, wordt een spannende. Waakzaam in het dalende weerstandsvermogen. Ik heb hem eerder gehoord, ik denk dat dat goed is. Het is een gevoel, maar een trend, een dalende trend. En in onzekere tijden, hou hem in de gaten. En van onze kant ook wel wenselijk om, en dat heeft wat meer met de vorm te maken, om in de toekomst iets meer vergelijk van de jaarrekening ten opzichte van de eerste begroting te hebben. Want we hebben het in gemeenteland en blijft altijd wat lastig, maar de eerste begroting en al die begrotingswijzigingen die je bij wijze van spreken tot het laatste moment kunt hebben, ja, dan kun je ze mooi naar elkaar toe brengen, je laatste begroting en je jaarrekening. Terwijl het eigenlijk min of meer veranderde voorkasten zijn. En ik zou eigenlijk wat inzichtelijker die lijn willen hebben. Te meer omdat het verloop van die begroting wat zegt over je beleid en je keuzes die je dit jaar hebt gemaakt. Dus dat zou een extra verheldering en inzichtelijkheid geven. Maar verder prima onder voorbehoud van het programma 7 uiteraard. Dank u vriendelijk. Wethouder, heeft u nog behoefte om naar aanleiding van wat gezegd is opmerkingen te maken? Nauwelijks. De aanbevelingen van de accountant die worden gerubriceerd zoals toegezegd. En daar zal het college zich over buigen en ook met een conclusie naar u toe komen. Budget en sociaal domein lijkt mij volstrekt helder. En een stevig evaluatiegesprek met de accountant, dat lijkt ook ons op zijn plaats. Dus dat zal zeker plaatsvinden. En voor het overige ben ik blij dat men positief is over de voorlopige jaarrekening. Okay. En mag ik namens het college me aansluiten bij degene die de ambtelijke organisatie hebben bedankt voor de wijze waarop ze de jaarrekening tot stand hebben weten te brengen in toch niet zo heel gemakkelijke situatie. Dus echt complimenten daarvoor. Dankjewel. Dames en heren, dan ga ik hem in stemming brengen. Dat is een hele aparte, want er zitten dus disclaimers in deze stemming. Dat doen we normaal gesproken niet. Het is een apart jaar. Voorlopige jaarrekening, het is de eerste keer dat ik dat begrip zie. Voorlopige jaarrekening... Voorzitter, mag ik u toch even onderbreken? Neem die kwalijk. Waarom brengen wij hem in stemming als gezegd wordt dat we dit in de volgende behandeling van dit stuk weer over gaan stemmen? Wethouder van Leeuwen. Nou, omdat wij graag zouden zien dat u in elk geval nu alvast akkoord gaat met de voorgestelde bestemmingen. Ja, maar daar wordt een voorbehoud over gemaakt en daarin geeft de voorzitter gelijk. Dat is alleen de eerste. Dat is niet voor wat betreft de 2, 3 en 4. Nee, en precies, in totaal telt niet op tot het verwachte resultaat. Dus daar zit nog een onzekerheid in. Maar voor dat wat wel zeker is, zijn ook de bestemmingen hier gedefinieerd. En dat is de reden, want dan kunnen we gewoon verder gaan met het ontwikkelen van beleid. Vat ik dat zo goed samen, wethouder? Ja, dat is helemaal correct, voorzitter. Ja. Want die 872, daar wordt maar een deel van bestemd. Voor het overige nemen we daar geen beslissing over. En de overige bedragen, daar kunnen we inderdaad mee verder om het beleid verder te ontwikkelen. Is dat voldoende, meneer Kleinkoorkamp? Ja? Mag ik hem in stemming brengen? Kijk even rond. Voorstel 1, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de voorlopige jaarrekening. Een deel van het verwachte resultaat als volgt te bestemmen. En daarmee is denk ik het belangrijkste antwoord ook op uw vraag gegeven. 1, een bedrag van 16.000 euro uit het rekeningresultaat in te zetten voor de budgetoverheving van 2020.
2016 waren in 2015 geen dekking vanuit de reserve tegenoverstand. Twee, een bedrag van 496.799 uit het rekeningresultaat gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar. En drie, bij definitieve vaststelling van de jaarrekening 2015 zal het resterende deel van de resultaatbestemming worden meegenomen, waaronder in ieder geval het sociaal domein. En dan twee, een bedrag van in totaal 340.100 euro als budgetoverheveling uit 2015 in te zetten in 2016 en één project in 2017 hiervan is 324.100 reeds als claim in de reserve vastgelegd. Drie, de algemene reserve grondexploitatie voor 2.120.829 vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. En vier, een totaalbedrag van 1.229.739 aan resterende claims op de reserve te laten vrijvallen en te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Wie is daarvoor? En daar bent u allemaal. En dan is dit dit voorlopige jaarrekening is vastgesteld. Dan ga ik naar de overige agendapunten. Agendapunt 11. Vaststellen besluitenlijst 25 april. Ik heb geen opmerkingen gehad, dus mag ik je vaststellen? 25 april besluitenlijst vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen. Ik heb ook geen opmerkingen van tevoren ontvangen, maar misschien alsnog niet. Nou, dan is ook agendapunt 12. Afgerond mag ik u bedanken voor een goede sfeer, inhoudelijk goed debat. Dank u vriendelijk. Het is klaar. Ik sluit de vergadering.